The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zeg hier al je over de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de MSD Not the 6 libbers op de middende aan. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA. Mijn gast vandaag is niets minder dan een fenomeen. De donkerharige zangeres van de originele K3 reigde jarenlang hits aan elkaar alsof het niks was. En ze werd zelfs manager van de nieuwe K3. Nu is ze nog met van alles bezig. Met wat? Dat kon ik aan haar vragen, want ze is hier. Dus welkom, Christel Verbeken. Goed, de originele en niet de oude K3. Nee, vind de ik originele. Ik vind dat tof. Ik wou u niet al direct afdoen eh? als zo'n bende oude wijven. Ik vind het goed. Wel dat ik wel mij nog herinner, dat ik, ik, had, ik had Karen gezien op, uh, op Van Giel en gasten, huh? niet lang nadat de, dat de nieuwe K3 eigenlijk uh, begonnen was. En ik vroeg ook aan haar, ik zeg, ja, wij zijn, u, wij zijn nu niet vervelend om, om, om dat te moeten afgeven, of, of dat soort, eh? welk gevoel had jij daarbij, als je zo echt voelde dat het stopte? Ah, wel, we hadden de chance dat het niet... Van de ene dag op de andere was. Want ja. dat had ik wel heel, heel moeilijk gevonden. Maar het was beslist dat we de fakkel gingen doorgeven. Mm -hmm. Dan zijn we op zoek gegaan. Dus die eerste keer dat zo drie andere madammen ons liedje aan het zingen. waren had ik wel zoiets van. Ja. deze is raar. Oh, ja. Maar dat was dan niet ene keer, maar honderd keer. <laughs> ja, <laughs> en dan inderdaad. zijn we, zijn we uh, bij Hanne, en Klaasje beland. Ik ben daar nog altijd heel blij om. Want ik vind dat echt heel fijne madame. En dan zijn we nog samen op tour geweest. Meer dan 200 optredens, denk ik. Ja, het was, was, was wel een afscheidstournee die je kon tellen. Zo, ja. Ik denk alleen de Scorpions zijn nog langer bezig mee afscheid te nemen. Die zijn het al vier jaar aan het doen of zo. We maar hebben zo is... in een top gestaan. Hè? Omdat ja. we qua verkochte tickets aan 400.000 zaten en dat we zo Holy bij crap. de best verkopende artiesten ja. waren. Ja. Top, hè? Nu dat het zo lang geleden is, hè? het is al twee jaar... Dat we gestopt zijn, mm -hmm. begin ik dat ook allemaal te beseffen van... Oh, we ja. hebben wel zoveel gedaan, veel kansen gekregen, maar we hebben ook echt wel hard gewerkt. Ja. Maar echt, uh, wij zijn er zo altijd voor gegaan en, en dat is misschien waar ik nog het meeste trots op ben. Ja. Dat wij zo ons niet gegeven hebben en altijd zo ja, ons gesmeten hebben. Maar wat was het moment eigenlijk dat je voelde dat het aan het gebeuren was? W wanneer was dat? Want jullie zijn eigenlijk begonnen als een soort... Hey, Belgische Spice Girls of zo, dat was ja. eigenlijk een idee. Dat was het doel. Dat was het doel, Maar ja. we zagen daar zo niet uit, hè. Uh, ja. <laughs> drie, drie brave zo. Ja, ik weet het niet. Ik, 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 ja, dat had wel kunnen denk ik. Maar, maar het, het grappige is dat, dat, dat jullie uiteindelijk zo'n totaal andere ja. weg op gegaan zijn. Maar waar was het moment dat je voelde van, ah, hier, nu zijn we... In de zomer, met hij mama. Ja. Dat was, um, we hadden superveel optredens overal, op elke braderij, elke feesttent in Vlaanderen. En um, het viel heel hard op dat vooral de papa's met de kinderen in hun nek op ons stonden te wachten. Ja. En dat eigenlijk vooral ook de kinderen waren die heel hard meezongen. Dus William, Niels William, onze eerste ja. manager, die had daar echt een heel goed zicht op en die zei van, madame, wij zijn hier eigenlijk vooral de kinderen aan het aanspreken, de gezinnen. Dus, als je twee staarten in je haar doet, doet dat dan morgen nog eens. En doet dat dan overmorgen nog eens. En weet je wat? In plaats van altijd hetzelfde, allez, iets anders aan te doen, doe ik hier vanaf nu altijd echt identiek hetzelfde aan. En dan zag je dat de kinderen dat gingen kopiëren. Ja. En dat dat, dat, allez, dat, dat pakte, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat was echt William die dat, ja, die dat voelde. die zei van... Uh, ik snap niet dat jij die je William noemt, nee? je zou denken dat je die Niels noemt, Ah, hè? nee, de William. Nee, de William. Ja. Ja. Ik heb die onlangs teruggezien op het optreden van Ed Sheeran. Op het was jaren geleden dat ik hem gezien had, want hij woont in Zuid-Afrika, en dat hij zo deugd om die nog eens te zien en te spreken en We go way back. Ik ken William van mijn 17. Ja. Dus. Uh... Ja, ja. Dat hij tucht om hem nog eens te zien en nog eens bij te praten. En waarom hebben we dan uiteindelijk de overstap gedaan naar Studio 100? Want je bent uiteindelijk weggegaan bij hem, hè? Ja, eigenlijk heeft hij ons um, veilig achtergelaten bij Studio 100. Ah, oké. Okay. Dus um, eerst deden wij zo aparte boekingen. We gingen te doen. Dat was een boekingskantoor van William dat alles regelde. En toen hadden we zoiets van... Um, we treden vaak te laat op. He, om tien uur werden we geboekt door een organisator. De, tegen dat we op podium stonden was soms elf uur. Ik ja, ken ja dat. ik ken dat zeker. En de kinderen moesten gewoon <gacht> allemaal veel te lang staan wachten. De omstandigheden waren ook niet goed, dus we hadden zoiets van dit, dit is niet goed voor ons publiek. En um, Studio 100 heeft als eerste eigenlijk een musical met ons gedaan, een mini musical. En dan daarna hadden die eigenlijk voorgesteld van wij gaan jullie Um, in zalen zetten waar het goed is om met families te komen kijken en waar de omstandigheden ideaal zijn en dat deden ze al even voor ons en William had zoiets van, mijn taak zit er een beetje op ja. um, de fundamenten zijn uitgezet sowieso met topstudio Miguel Wils, Peter en Alain Gingen ja. we onze nummers blijven maken, Axana? Ja. Deden die dat er vooral ja. of niet? Ja, dat van, is, in begin. van in het begin eigenlijk. Okay. Ja. En Axana Rolemans? Hoeveel, hoeveel in, in, inbreng hadden eigenlijk zelf bij die nummers? Hebben oh. daar veel zelf bij ingebracht of hadden ze zoiets van het werd meestal zowel de melodie als de tekst wordt geschreven? Het of? werd geschreven voor ja. ons. He. Het, was, ja. het was wel zo dat we een stuk of twintig nummers kregen dan voor op de CD en dat we samen wel gingen kiezen van oké, okay, dat nummer ligt ons echt niet uh, dikwijls met veel discussie ook. Ja, ik zou het toch maar doen, dat wij dachten van, ah, degene, we moeten mm -hmm. hier precies toch wel wat luisteren. Ja. Het was wat geven en nemen. Soms hadden we helemaal het gevoel van, we hebben niks in te ja. brengen. Maar dikwijls gingen we ook wel nog aan de slag met de teksten van Alain. Er stond heel dikwijls in een kusje en we dansen door de straatjes. En dan zeiden wij: ja, Mogen we niet gewoon zingen over een kus? En ja. kunnen we niet dansen door de straten? dat het toch een beetje. Allee, met die details waren wij dan wel blij dat we ja. toch iets konden inbrengen. Dat is wel veranderd. Hè? Naar gelang dat wij langer bezig waren, zijn we ook zelf afgekomen met ideeën rond. Uh, moeten we eens iets doen voor mama's of voor oma's? Of zullen we eens zingen over uh, een eerste lief op de bus? En. Die inbreng ja. is wel gegroeid, maar in het begin was, uh, was het redelijk luisteren. En was dat ook zo voordat je bij Studio 100 zat? Dat dat al redelijk dan was? Of is dat ja. eigenlijk? Ja. ja, William is altijd uh, op dat gebied heel overtuigd geweest van, van um, ja, ik beslis, ik heb het laatste woord. En die luisterde zeker wel naar ons. En, en um, het was echt een prater. We konden soms tot s'avonds laat echt zitten discussiëren. Maar uiteindelijk was hij wel degene die besliste. Ja. En misschien was dat niet slecht, want wij waren echt nog piepjong. En alle drie een hele eigen mening. Dus er moest wel iemand de knoop doorhakken. Ja. Ja, ja dat is zot. Dat je, dat je merkt dat jullie, jullie al zo lang bij elkaar zijn. Want de originele bezetting was ook niet met Kathleen. Hè? Dat was eerst... Uh... Met Kelly. Weet, met Kelly. Kelly. Ook een K, dat weet ik nog. En dan ka. is het even bijna Deborah Ostrega geweest. Okay? Die was toen stewardess. Dat was echt, <laughs> dat was echt een, een heel schoon, fijn, frail madammetje. Gegeven, <laughs> ja. Ik kan me banaal niet inbeelden wat dat geweest zou zijn als die erbij was geweest. Ja, ik denk ja. dat we een, toch misschien een beetje een andere richting nog zouden gekozen hebben. Nee, ja. niet waar. Niet waar. Ja. Ik uh, denk, ik, maar ik, ik vraag me was het, af, was het omdat het haar niet lag dat ze, dat ze gestopt is, of was het gewoon. Eigenlijk, eigenlijk zijn we met Deborah nooit echt begonnen. Ah, okay. We zijn zo even in de studio gaan testen van... Blenden die stemmen en, en kun jij wel zingen? Ja. Maar uiteindelijk um, is het bij een meeting of twee gebleven. En zijn we nooit aan de slag gegaan. Terwijl met Kelly hebben we echt een half jaar uh, geoefend. En hadden ja. wij al choreografieën uitgedacht. En zij wou niet meer verder. Omdat ze wou gaan studeren in Tilburg Musical. Ja. Dus... Okay. Uh, ze heeft daar weg ook gevonden. Ja, alright. Oh, kijk eens aan. Die foto. Maar hoe grappig is dat, jong? Holy shit. <laughs> had hij oh, die nog niet gezien? mij nee, ik had die nog nooit gezien. Holy <laughs> crap, man, hoe jong worden we daar? Ja. Hoe oud worden we daar? In 97 was dat, denk ik. Oké, okay, ik ben heel slecht in wiskunde. Ja, ik ook. Hoe oud worden jij daar ja. toen? <laughs> Ik zat er toen precies nog niet mee, hoe ik op een foto stond. Zo nee, nee. Je, je was ook iets redelijk tomboy-achtig daar. Zo. Ja. Alsof dat je zo'n qua jongen een beetje waard Ja, ik was wel een beetje een qua jongen zo. Ja. Ja. Want ik, ik moet wel zeggen, hè, dat, is, dat is iets, zoals ik altijd zeg, als je over vervelende dingen niet wilt babbelen, moet je dat ook nooit niet doen bij mij. Maar hè, je hebt niet de gemakkelijkste jeugd gehad op het gebied van dingen die u zijn overkomen. Hè. Uw twee zussen zijn heel jong overleden. Ja. Uw papa heeft eigenlijk ook... Het succes, 55. Niet mee, oh. eh, toch, toch het grote succes niet meegemokt van nee. K3, waar ik eh, een beetje kan relaten, want mijn vader is ook gestorven voordat ik bekend geworden ben. Dus die zat, die zat toen nog vol een bak in de fase wat gaat daarvan terechtkomen. Ja. En hij heeft het eigenlijk nooit geweten. Nee. Zonde. Ja. Dat, dat ook niet als je, ja. zo, als je van die gigantisch grote of zotte dingen doet, denk je daaraan soms? Zeker. Ja. ja, ik kon, ik kon soms... Eh, ik herinner mij nu een moment dat we klaar stonden om in de Elisabethzaal op te gaan en ons kare die zegt... Ons vader zit in de zaal. En ik antwoord... Die van mij is er altijd. Ja, ja, ja. Dat gevoel <laughs> heb ik, ik wel dikwijls gehad <laughs> van... Hij heeft, um, hij heeft wel het begin nog meegemaakt. De eerste cd... Parels, heb ik hem in, in het ziekenhuis, want hij was heel ziek, mm -hmm. nog gaan tonen van, zie een keer, zie een keer uh, wat dat we gemaakt hebben. Dus, hij heeft nog een optreden gezien op de Beverse Feesten, toen was hij al heel ziek, maar dat was wel al gigantisch veel succes. Maar inderdaad, ja, zo'n sportpaleis, of, of zo, dat we dat zo lang gedaan hebben, dat heeft hij niet meegemaakt. En dat vind ik wel, ja, dat ja. blijft wel in uw gedachten zitten. Maar niet alleen als het gaat over werk, maar ook zo mijn gezin hebben nu. Ja, tuurlijk. Ja, en absoluut. daar denk je toch ook dikwijls aan: ja, van dat is ja. zo zot dat die eigenlijk mijn kinderen nooit. Nee, en, u, en uw zussen heeft. ook niet. Hè, uiteindelijk. Mijn want hadden, niet. die had twee tantes gehad die ja. ze nu niet hebben. Hè. Ja, absoluut. Ja, als zo'n um, communiefeest is of zo, dan, vind, dan kan ik soms wel wat chagrijnig rondlopen. Zo van: ik ga iedereen uitnodigen en eigenlijk die dat ik zou willen die er ook bij zijn kunnen er niet meer bij zijn. Nee. Dus dat vind ik altijd zo'n moeilijke periode. Als er zoiets groots te gebeuren staat in uw gezin, of... of hè, mijn eerste programma op tv nu, ja. uh, dat vond ik ook zo'n moment dat ik dacht van... Oh, ik zou die een mening eens willen horen. Ja. Dat vooral ook. Zo. Ja. ja, ik, ik heb ja. mij dat ook vaak afgevraagd. Van... Wat voor discussies ik met mijn vader zou hebben gehad over, over mijn materiaal of mijn onderwerpen of wat hij daarvan zou vinden ja. of hoe hij er tegenover zou staan. En tegelijkertijd weten dat wel ergens. Ja, ik weet dat niet. En nee? ik wil eerlijk zijn, mijn vader en ik, wij waren heel hard uh, soortgelijk. Wij leken heel hard op elkaar. Ik lijk ook fysiek heel hard op hem ja? qua stem en zo. Dus dat, dat was ook zo iemand... Nou, ik denk, mijn vader was ook een gigantisch ego. Dus ik kan me ook voorstellen dat wij tegelijkertijd. wat mijn wat moeder botsen. ooit tegen mij zei. die zei. Hij zou het heel tof vinden, maar misschien ook wel een beetje jaloers op u zijn geweest. Oh. Dus dat je zo van die beetje vader-zoon rivaliteit zo. Want ik, ik, ik heb een tijdje geleden. samen met Andries trouwens. Um, in dat programma van Bruno Wijnendalen gezeten, ja. Het Zomert Met. Ja. En dat bleek zo'n hele aflevering te worden over daddy issues, voor Echt? een of andere reden. Want ik heb nogal veel over mijn, mijn vader gebabbeld. En die zei toen ook: Het is redelijk één op één bij u. Hè. Jij wilt nog altijd bewijzen aan uw papa dat jij, dat jij die gast ziet. En dat jij iets kunt. Dat jij... En eigenlijk, zelfs al is hem er niet. Ben ik hier nog altijd soms wel aan toe? Zo ja, wat, wel... wat zou hij vinden? Ja. Zijn goedkeuring. Ja. Heb jij dat niet? Minder? Minder. Nee, weet ik, ik ben van mijn dertien aan het zingen. Hè? Dus ik, heb, ik, ik ben echt begonnen met zo. Dat was de rage van de playbackshows. Ja, ja. Dus daarmee mee gestart. En dan de soundmixshows. We, we vader... je geplaybacked? Oh. Wat waren dingen dat je allemaal gedaan hebt? Ik ben begonnen met Carola. Wat? <laughs> Je ogen hebben geen geheimen meer. Dat was zo'n uh, uh, Eurovisie Songfestival. Oké. Okay. Had hij gewonnen. Ja. ja wat topnummer, topnummer. En dan ben ik uh, overgeschakeld naar Whitney Houston. Ja, tuurlijk. En welk nummer was dat? I Wanna Dance With Somebody. Of course. En dan Where Do Broken Hearts Go. En dan, ja, heel het uiveren van Whitney Houston. En um, mijn vriendin heb ik ooit Starship nog geplaybacked. Vond ik ook <laughs> tof. <laughs> maar... Um, om het te zeggen, ons vader ging toen al met mij overal mee naartoe. Ah, oké. Okay. Mijn ouders eigenlijk allebei. Ja. Mm -hmm. En dat was wel een strenge, in de zin van, het moet goed zijn. Hè? Ja. Je moet echt wel keigoed geoefend hebben. Maar ook al had ik dan de zevende, achtste of de twintigste plaats, dat maakte ook niet zo heel hard uit. Hij was wel vier en hij ging op café tegen iedereen vertellen van mijn dochter, zie je een keer wat die doet? Ja. Maar uiteindelijk was hij gewoon blij als ik me amuseerde. Dus ik denk dat hij dat nu ook zou gehad hebben van doe maar wat jij denkt dat goed is. Het is goed. Maar het was wel een strenge. Hè? Dus je ja. hebt wel. De, ja. Is dat dat je? Want er wordt vaak van u gezegd, allee, zo als ik dingen lees of interviews of wat dingen bekijk, dat jij de meest um, perfectionistische waard, degene waar dat het allemaal goed vermoest zijn. Ja, ik ben misschien wel wat te streng geweest ook voor mezelf, ja. Want mijn ouder worden leren dat een beetje af. Maar word ook streng voor anderen? Had zo even hard ja. iets? Ja, streng vind ik niet het goede woord. Gewoon um, een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Dat heb ik altijd gehad. En zeker met ons drieën. Als ik in de pers iets zei, dan had dat invloed op de andere twee meisjes. Of op Studio 100, op, op het K3 zijn. Dus daar ben ik mij altijd heel veel, ja, veel te veel van bewust geweest. Misschien ja. waardoor ik mezelf soms verloor in te streng of te, te weinig willen delen met mensen. Um. En ze er daar nu beter in voelden? Of? Ja. Ik denk dat dat te maken heeft met ouder worden, dat de mening van anderen ook gewoon minder belangrijk wordt. Ja. Of dat je daar niet meer van wakker ligt. Weet ja. je wel? Ja, ja, en nu ook mee dat ik niet meer in de groep zit en gewoon alleen voor mezelf moet zorgen, als artiest zou ik maar zeggen: ik vind dat makkelijker. Ja. Ik, als ik nu een beslissing neem, is dat voor mijn rekening. Ja. Is dat een foute beslissing? Ja, dat is dan jammer voor mij. Dat is ook maar... voor uw rekening, voilà. maar dat, inderdaad. Ja. Maar dat is alleen nog voor u. eigen. Er leidt niemand anders ja. onder. Ja, ja, ja. Ik kon zo echt ook naar Studio 100 toe. Ja, een, ja, ik vond dat we altijd ons best moesten doen. Ja, ja. want dat, is, het is, dat brengt natuurlijk uh, een hoop verantwoordelijkheid met zich mee als je een deel uitmaakt van iets als K3. Omdat dat... Uh, je, je projecteert een bepaald beeld en vooral mm -hmm. ook nog eens naar kinderen toe. Voilà, dus je snapt he. ook heel hard dat, dat zo de, de veel te persoonlijke kwestie is, dat je die beter allemaal vermijdt in interviews. Is dat iets dat je altijd gedaan hebt? Of? We zijn zo gestart. En eigenlijk was dat ook iets van William. Van, oké, okay, K3 leeft ergens op de regenboog in Zonneland. We moeten eigenlijk een beetje de stripfiguren zijn. Dat was toch ja. niet de periode van iPhone en alles kon gefilmd worden. Dat was gewoon een beeld creëren van... Drie meisjes, beste vriendinnen, die hebben geen vrienden, die hebben geen familie. In het begin mochten wij ook niet op de foto bij ons lief of bij of ons familie. Dat was ja. no way. Ja. Um, dus dat maakte ons een beetje ja, stripfiguren. Nu, het is wel heel hard geëvalueerd in de media ook. Hè. Iedereen deelt zoveel. Ja. Gewoon al op Instagram zie je hoe iedereen leeft. Justin Bieber, uh, allee, om maar ja. één ding. Allee, iedereen weet hoe dat die zijn living eruit ziet. Dat was vroeger niet. Hè. Nee. Dus ik denk dat het sowieso ook geëvolueerd is in de tijd. Vinden dat beter of niet? Ik vind dat moeilijk. Ik heb er niet voor gekozen om alles van mijn privé te willen delen, omdat ik nu zangeres geworden ben. Mm -hmm. Ik vind het wel tof omdat je zelf ook iets in handen hebt, omdat je ook een stukje van jezelf kunt laten zien. En dat je niet meer afhankelijk bent van wat de pers of de boekjes over je schrijven. Ja. Dus je kunt er iets weer leggen of, of je iets van een andere kant laten zien. Ja. Maar het is wel een valkuil, denk ik, voor veel, voor veel beginnende artiesten van te veel ja. te delen. Ja. Ik heb eigenlijk altijd persoonlijk zoveel als mogelijk geprobeerd om mijn persoonlijk leven uh, uit ja. de media te houden. Omdat ik gewoon wil bekend zijn voor wat ik doe en niet voor... Mm -hmm. Wie dat ik ben voor de rest, dat zal ik wel vertellen op podium. Hè. Ik, heb, ja. ik, heb toch, ik vertel toch al redelijk veel dingen over mijn persoonlijk leven. Maar dat was een, een grappig moment was toen wij alle twee pluisje gedaan hadden. Hè, ik de je En wij uh, wij deden de, de première en er was pers aanwezig. Dat is heel raar. Dat toen had ik een foto voor de eerste keer met mijn vrouw en mijn dochter te samen. En dat was letterlijk waren de teksten eronder. Onthult ook ja. zijn familie. Dat ik denk, wat? Ja. Terwijl ik denk, ik heb die helemaal niet verborgen gehouden in een kast of zo. Maar dat is gewoon toevallig. De eerste keer dat wij zoiets een foto hadden met Samen. drie. Op zo'n première. En hoe voelt dat dan? Ik vind dat, uh, ik, ik, ik vind dat heel uh, um, ja, confronterend. Alsof dat je zoiets. Alsof dat je voor de eerste keer voelt. Waar iemand met uw soort bekendheid voelt. En daarmee bedoel ik per se dat altijd heel echt gezocht achter jullie. Ik ben als komiek het, het op een bepaald punt gemakkelijk, omdat je zoveel dingen al zegt over je eigen. Mm -hmm. He, je sleurt je eigen er zoal door. hard door. Mensen hebben niet de neiging om te gaan zoeken naar mijn familie-dingen ja. of mijn dat. Zo je hebt zo heel dat rode loper-ding, wat ik bijna nooit doe. Nee, ook zelfs ik ga zelden naar première's van ja. films waar ik in meespreek. ik doe dat nou eigenlijk heel weinig. Hè. de reden waarom ik daar was was omdat uh, degene die het gemaakt had een ja, Agemans en cyborg, ja. dat is een goede vriend en daarom ja. was ik daar. maar ik vond dat heel opvallend. En wat mij nog opviel daar, dat was helemaal heel grappig. toen wij allemaal moesten klaarstaan voor foto's te trekken in de pers stond daar dan namde jij direct de leiding van heel dat gegeven. En jij zei ook direct tegen al die fotografen. Zo, ja, dat is klaar, dat is nu genoeg. Come aan en zo tegen ons. Nee, seriously. En dat viel mij enorm hard op. Wat voor een autoriteit dat jij daarin had. Dat ik direct dacht. Ja, oké, okay, zo, zo. Christen heeft gezegd, gedaan is man. En ik ging al mee. En ik vond dat eigenlijk super, want ik dacht. Dat is waarschijnlijk hoe dat hij ermee heeft moeten leren omgaan met die mensen die zo met hun stellen. camera in uw gezicht ja. zitten. Grenzen is dat zo? Heb ik dat, heb ik dat goed gezien of niet? Ja. Ja. Zo streng was ik nu niet. Hè? Ja, dat was nou niet dat je begon nee, rond nee, nee, te nee. marcheren en zo. Maar maar met ja, wat ik bedoel. Gewoon uw grenzen bewaken en, ja. en duidelijk tegen, tegen de persfotografen ook zeggen: nee, dit niet en dat wel. Ja. Um, dat is wel ook pas echt begonnen toen ik het management van K3 deed. Omdat als ik K3 zelf was, was dat heel moeilijk en was er iemand anders die dat voor ons altijd deed. Maar met ja. de meisjes heb ik soms ook heel hard het gevoel gehad van ik wil die beschermen en ik wil, ik wil niet dat, dat ze zich ongemakkelijk voelen op geen enkel moment. Ja. Dus uh, daar heb ik het eigenlijk vooral ook geleerd. Hè, van. En waarom wou je ja. dat eigenlijk doen, manager ervan worden? Was dat... Uh omdat je het meeste moeite had van de drie om het los te laten? Of omdat je het meer beschermend wou zijn over wat het was? Of... Vooral omdat Gert het mij gevraagd heeft. Oké. Okay. Nee, maar echt. Ik, ik weet het, meen... het. ja. Nee, maar... die, die zei van, <laughs> Christie, zie je daar zitten, jong? Ik denk dat dat echt wel nodig gaat zijn. En jij kunt dat. Dus dat ja. vond ik twee... Twee dingen. Ik heb er wel even over moeten nadenken, omdat ik dacht: van ik ga het er misschien wel moeilijk mee hebben dat er iemand in mijn plaats staat. Um, misschien heb ik daar geen zin in, maar als ik dan de meisjes beter leren kennen met, 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 met heel de zoektocht, dan had ik echt wel zoiets van: ja, wacht, hè, hier is niemand van de begeleiding binnen Studie 100 die weet. Hoeveel zeer dat je hebt in je arm als je negen optredens gedaan hebt een heel weekend. Er ja. is dus niemand die beseft van een stress dat je s ochtends kunt hebben van. Hm, oh, mijn stem doet het precies niet zo goed vandaag. Ja, ja, ja. Dus die kleine dingen die zo belangrijk zijn, ja, ik heb dat meegemaakt. Dus ik vond dat heerlijk om dat te kunnen doorgeven aan hen. Om in de auto te kunnen zeggen van. Ze biedt komen we aan bij, bij de radio. En dan gaan ze dat en dat en dat vragen. Weet dat we er eigenlijk zijn om iets te vertellen over de CD. Over waar het allemaal gaat, maakt ons eigenlijk niet uit. Eigenlijk wilde over de CD iets komen vertellen. Dus probeert mm -hmm. altijd van terug te gaan naar dat onderwerp. Zo ja. Gewoon en, en even zo onder mijn vleugels pakken en, en um, ja. helpen ja. helpen en uitleggen van. Dat is die, die doet dat. Ook binnen Studie 100, dat is een groot bedrijf met mensen die het goed voor hebben met K3. Maar ja, voordat je die allemaal kent en dat je weet wie wat doet en, en bij wie dat je terecht kunt voor wat, ja. dat heeft wel even geduurd. Ja. Maar ja, ik vond, het, ik vond het een compliment ook om het te mogen doen. Dat is wel, ik, ik kan me dat inderdaad oh. wel voorstellen dat je dat nodig hebt, want jullie hebben zelf wel een hele lange weg moeten afleggen. Ik weet nog in het begin, als jullie geïnterviewd werden. Ik heb daar zelfs een, een stuk over in een van mijn vroege comedy shows. Over hè, zo drie vrouwen van 30 die doen alsof ze twaalf jaar oud zijn. En dan was ik zo heel. Uh, ja, ik weet het niet. Allee, allee, allee. Ik heb u toch gevraagd. Allee, allee, doe, allee. Dat is zo moeilijk. Ik heb me toch gevraagd. Twaalf <laughs> jaar die kunnen nog niet klappen, die van twaalf. <laughs> nee, dat gaat tegenwoordig wel. Dat kan ik u wel vertellen. I ik know. heb er van tien, maar she know. doesn't shut up. Dat is <laughs> niet normaal. In vol zinnen en al. Die zet mij al op mijn plaats met sarcasme. Dat is verschrikkelijk. Maar wie zou ze dat hebben? Ja, van haar moeder. Hè. Dat weten we <laughs> allemaal. Maar wat wouden jullie eigenlijk zeggen? Ja, wat wou ik zeggen, is dat jullie in het begin ook wel dat rolletje meer speelden. Hè. Ja. Je voelde dat, dat hoe langer dat jullie bij elkaar waren, uh, hoe harder dat dat eruit ging. Ja. En van de dingen dat ik mij nog wel heel hard herinner, en toen had ik, hè, want ik heb wel altijd, ja, omdat ik Karen zo via via mm -hmm. ken, heb ik dat wel altijd zo, ik had er ook wel respect voor. Dat was niet, maar ik had ook zo'n soort... Nou, ja, je kent dat je zegt, zo die, die jonge alternatieve zeikert. Die je dat dan dat moet gaan zeveren over alles. Dat, dat lijkt op iets dat commercieel is. Maar op een bepaald moment moest ik ook lachen. Dat, was, dat waren twee dingen dat ik mij nog herinner. En het was allebei met Marcel van Tilt. Uh -huh. Dat is het ja, het Legendarische moment op Eurosong. Dat Charcuterie jullie, met peren. Ja, fijne vleeswaren. <laughs> ja. Dat ik ook denk dat zouden vandaag iets moeten, <laughs> moeten Eigenlijk... zeggen. Eigenlijk. Andere, andere tijden in andere ieder tijden. geval. God. Maar hoe stonden jullie daar tegenover? Wat ik wou zeggen is. Jullie weerden hun eigen wel redelijk goed. We hadden dat gewoon op voorhand ook afgesproken. We wisten. Okay. Hè, we, waren in ja. de, we waren in de laatste ronde. Ja. En we wisten dat hij gewoon iedereen echt al. Ja, van, van zeer vreemde commentaar soms voorzien had. Mm -hmm. En William had gezegd: als hem zoiets zegt, antwoord gewoon. Hè. Antwoord gewoon, moet u dat niet aantrekken, doet dat maar. Dus voilà, op dat moment dat hij dat zei, dat hakte er wel in. Maar we hadden eigenlijk ook niet echt goed gezongen. Ik vind nu nog altijd van amai... Dat dat zo'n hit geworden is, is eigenlijk een wonder, want onze prestatie op dat moment was eigenlijk niet goed genoeg. Dat was Héa hey, ja, Mama zeker hè, toen. Ja. ja, dat is zo'n moeilijk nummer. We hadden nog nooit samen opgetreden, nog nooit live voor een miljoen mensen op tv. Dus wij, wij deden ik het. We hadden nog nooit samen opgetreden. Nee. Dat was eigenlijk de eerste ja. keer. Ja, wij deden het echt in ons broek. Oké. Okay. <laughs> en, en dat, dat zag je? Was... Ja, ik ja. weet het niet, hè, want dat viel mee. Vond ja? ik. Allee, ja, ik vind dat wel, omdat ja, ik zie het natuurlijk anders, want ik heb dat niet geleefd, ik heb dat gewoon ja, gezien. Ja, ja, ja. Maar Waar ik me gewoon nog herinner. Was dat jullie niet op uw mond gevallen nee. waren op dat moment? Je echt gereageerd. Ik weet niet meer wat dat was dat je zei. Ze hadden was... dus zo'n babyman in de jury moeten zetten, ja. heeft klein gezegd. Ja, ja, maar ja, ja. eigenlijk, wat, dat, wat dat Marcel ook zei, is dat is een kabouterplopliedje. Je zit hier bij Studio 100, die recht op je plek. En wij vonden dat toen uh, geen compliment. Terwijl nee. dat hem achteraf gezien toch wel een beetje gelijk gekregen ja. heeft. Ja. Maar hij heeft met ons nog meegezongen op de cd oké? Okay. Ja, maar dat, 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 dat wist ik niet. Ja, serieus. Heb je ooit geweten welk nummer hij gedaan oh, jullie? Dat, al, dat vind ik een Dat je het vraag. al niet meer weet. Google. Google, Google. Google, man. Maar ik <laughs> vond het wel cool van de dan, dan andere keer, want Marcel heeft ook nog eens een keer... Uh, dat vond ik wel, wel tof, dat jullie Jan Tien voor taal hadden meegedaan. En jullie hebben daar zo'n legendarische... Dat was bangelijk. Jullie hebben daar zo'n legendarische aflevering gedaan, waarin jullie zo bijna het maximum maalden ja. op alles. Goed, hè? Waarop dat die ook Moest toegeven van ja, ik heb eigenlijk altijd met jullie gelachen, maar dames, dit was wel heel indrukwekkend. Ik vind dat dan wel tof dat je dat ook kan zeggen. Dat wel, absoluut. Eh? Zo is hem ook wel. Hè. Ik bedoel, dat was mijn eerste gast ooit op de podcast ja. hier. Dat is ook iemand waar ik goed mee overeenkom. Dus en hij heeft dat verhaal ook verteld eh. van die fijne vleeswaren. Maar het was uh, ja, ik, ik vond dat wel, wel indrukwekkend dat je zo dat hebben jullie wel gedaan, waardoor dat je zo stilke aan. Begon te zien van, oh ja, het is niet alleen maar een act van drie grieten die doen alsof dat ze twaalf zijn, in mijn woorden, dan. <laughs> maar um, die dat ook, ja, dat, die serieus wat in hun mars hebben. Vinden dat niet vervelend dat als je zoiets doet, zoiets als K3, dat je meteen onderschat wordt door heel veel mensen? Hebben daar veel last van gehad in het verleden? Ik denk dat we altijd het geluk gehad hebben van wel te voelen dat ons publiek ons wel. Fantastisch vond, om het dan maar even zo te zeggen. Zodanig dat je dan met al die andere kritieken ook wel om kunt. Moesten we nu ook geen succes gehad hebben en voor half volle zalen moeten optreden, denk dat je dan heel hard aan jezelf begint te twijfelen. Maar ja. wij voelden wel van de saus pakt wel. Ja. Wat er ook gezegd wordt en hoe, wat ze ook denken van ons: we don't give a Damn. We don't give a fuck. We don't give je mag het, het zeggen niet. Hier <laughs> moeten zeggen we don't give a fuck. We doen gewoon, on, we doen gewoon <laughs> verder. We doen gewoon ons ding. En, en we voelden wel van ja, er zijn vooroordelen, maar dat zal er altijd zijn. Ik ja. denk niet, als je nu helemaal je jezelf zet op een podium, denk ik ook niet dat we, dat, we, allee, dat we zouden meegemaakt hebben wat we nu meegemaakt hebben. En waarom denkt u dat? Goh, ik denk dat je ergens. Toch, waar wij voor gekozen hebben, dat conceptgevoel wel nodig had van drie meisjes in dezelfde kledij, die hebben geen ruzie kunnen maken over ik doe een witte broek aan, jij doet een witte rok aan. Ja, ja. Alleen zo dat stereotype, stripfiguur. Tof dat je er niet te veel van wist, want dan was er nog van alles om te ontdekken. Ja. Ja, je merkt dat wel, dat is, dat is eigenlijk een beetje het kiesfenomeen ook. Hè? Die een band die dat zo vier... Personages waren mm -hmm. eigenlijk. Alles was ook in die lijn, al ja. dat artwork zag er zo ja. uit, al die kleren zagen er Zwaar, zo uit. Eigenlijk. Je kon enorm veel merchandise maken rond die personages, omdat dat personages waren. Voilà. Dus ja. uiteindelijk is dat, is dat iets dat, dat eigenlijk veel vaker werkt, gevoeld, dat ook zelfs nog meer en meer met muziek nu, dat, dat, dat mensen veel meer op zoek zijn naar een, naar een beleving of een concept dan een band. Ik denk dat ook. Dat is iets dat je, ik weet niet hoe dat, dat komt, hè? Goh, omdat dat gemakkelijker is om te begrijpen wat dat is, misschien? Zonder, omdat het, zonder, ja, het is duidelijk afgeleid. Het is duidelijk, ja. ja. Ja, duidelijk. Inderdaad, dat is het vooral. Ja. Het is niet makkelijk, want daar is iets anders. Ja. Want, want ik denk wel dat um, hetgeen dat jullie doen ook, dat is ook niet evident want ik, ik, ik zal het zo zeggen. Er, is, er zijn al verschillende K3'en geweest in het buitenland. Okay? We mm -hmm. hebben vier draaien gehad in Duitsland. Dat wist ik omdat ik, ik ooit vier. een meisje te, tegengekomen was die, dat, die dat daarvoor gewerkt heeft in het buitenland, een Duitse. Oh. En die vertelde, ja, via draai, dat zijn zo drie meisjes en die hebben zo een regenboog. En ik zo, via draai? Ik zeg, K3. Ik dacht zo, hè? Huh? Zou dat? Dus ik ben dat ook gaan opzoeken. Er is ook een Engelse versie geweest, UK3, maar ja. dat heeft niet veel gedaan. Nee. En dan denk X4 ik... X4 is er ook geweest in Zuid-Afrika? X4, die heb ik niet gevonden. Maar Met ik heb vier. nog wel een... In, in Polen is er ook nog zoiets. Ah, ja. uh, hoe heet heette die nu weer? Het is, uh, is My3, is het. Uh? En die zingen in het Pools, en die hebben denk ik één nummer van jullie, en voor de rest hebben die originele nummers. Dus die doen... Ja, dat is ja, weer dry, via draaien right? zijn ja. Die Poolse, dat zegt Indedaad. mij iets, maar ik weet het eigenlijk ja, die niet heet zo Ja, je moet dat eens opzoeken. My Three, dat zijn zo, ook zo drie meisjes. Dat is heel hard jullie wel. Maar tegelijkertijd, die hebben ook precies nog zo... Omdat die eigen nummers ook ah, hebben. Ja. Dus die willen er zo hun eigen ding mee. Maar ik heb wel het gevoel dat die in Polen wel aanslagen... Ja. Maar met dingen als via draaien en ja, dat zijn die. Ja. Oh, tof. Ja, en dan zijn... ziet er ook echt hetzelfde uit. Ja, dat is, ziet er exact hetzelfde uit. Dat, dat is exact... Zelfs met die gele jurkjes. Ja, ja, die... ja, ja. Dat is zoals de. De. Ja. De. Nieuwtjes. Ja. Mo, ik had dat nog niet gezien. Ja, en daar de Pols, ja, dat is super. Ja, ik denk dat het kan werken. Ze weet, kinderen, ja. kinderen vinden dat fijn, hè? met veel kleur en een, 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 een tof popmuzieksje. Maar het zit hem, en dan wil ik niet vooral met complimenten naar mezelf of naar, naar ons smijten, maar het zit hem ook in hoe hard dat je dat meent en kunt overbrengen. En maar of dat, dat is, die klik daar is Dat is hetgeen dat ik wou zeggen, want, want Klaar, blijkbaar, zowel met Via Draai en zo nog veel sneller met UK3, dat heeft echt niet gewerkt. Ja. Terwijl dat je op zich zou denken dat die liedjes die liedjes zijn. Mm -hmm. hè? Want wat, ja. wat heel veel van jullie liedjes uh, hebben en, en hadden, was ook die. De, de onwaarschijnlijke herkenbaarheid ervan. En je zingt het ook echt mee, nadat nou, je twee keer het hoort. Ja. Zelfs al wilde het niet. <laughs> <laughs> die ik zat naast mijn dochter ik dacht, nee, nee, ja. nee. En dan, dan zat hij in een auto. Met, bijl me, ringeling. <laughs> dat was mijn favoriete liedje van ringeling. de plat. Ja, dat, dat, dat vond ik keigoed. Maar dit even terzijde. <laughs> ik ben hier echt uit de, de kast gekomen als een k 3 van. Dat is fantastisch. Heel mijn, heel mijn imago naar de kloten. <laughs> jaren al gewerkt. Jaren, Christel. het is nog de kloten. Dat ding dat je doet. Kan dat nummer zijn? Is zo. Met Marcel van Tilt. Alright, dat ding dat je doet. Oh, nee, een Nederlandstalig liedje van K3. En hey, wat, wat is een tekst? Hé. Ja. Hey, luister. Ik ben. Ik beken, want oh. ik ben ondanks alles gek op <coughs> alle drie. Ah, ja. ja, dat is wat de Marcel zong. Hè. Ah ja, ja, ja. Ondanks, dat is wel goed. Ondanks alles vind ik een goeie. Ondanks alles dat ik daar al over gezegd heb, moet ik ben toegeven ik toch... dat ik daar een fan van ben. <laughs> Zet het iets op? Ja, dat wil ik eigenlijk ook wel eens ja, okay. horen. Dus ik wel iets benieuwd wat dat gaat geeft. Geef me even. Ja, dat is goed. We zullen intussen wel verder lullen. Want dat merkt mij, <laughs> ik merk ook op dat ik, iets dat ik ook nooit doe als ik, ik praat over mensen die mij goed vinden. En jij gebruikt dat woord ook niet, mijn fans. Jij gebruikt ons publiek, ah, ja. of de mensen die ons leuk vinden. Of de... En ik doe dat ook heel vaak. Is dat iets dat je bewust doet of niet? Nee, dus dat je het nu zegt. Ja. Ik vind fans geen tof woord. Ik ook niet. Ik, vind dat, ik denk dan altijd zo. Idomaat, ge, ja, oh. en je reduceert die zo tot een, ja. tot een bende. Hè, zo, die vinden mij alleen maar fantastisch. Terwijl dat ik denk, ja, die betalen ook voor mijn huis. Hm. Ja, die zijn ook niet zo onbelangrijk. Ah, ja. ik, vind, ik vind het publiek, dat is iets wat ik... Als er één ding is van K3 dat ik kan missen, is het dat. Is het echt op het podium staan en zien dat mensen een goed moment hebben. Ik vond dat fantastisch om te zien. Ja. Ik meen dat. En nog niet eens dat ik het fantastisch vond om daar te staan en te zingen en mijn ding te doen. Gewoon een papa met zijn kleintje er zien dansen, en oma die mee aan het doen is. Ja, gewoon die energie die er komt als mensen samen ja, een tof moment hebben. Daar kan ik niet missen. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Maar jullie hebben toch ook dat één moment gehad... Ik, ik herinner me dat beeld nog, en ik dacht, wauw, deze is waanzin. Ik denk dat dat in een arena was, denk ik, in Amsterdam. Amai. Maar dat iedereen ja, in het wit was. De toppers. Dat was zo'n heel... Hè, dat, en, en jullie stonden er toen, en ik zat er zo naar te zien. Wow, want ik dacht ook al van, man, hoe hebben ze er dat zover gekregen, dat al dat volk in wit gekleed was? Ja, de toppers doen dat zo elk jaar, hè. die hebben een dresscode. Okay. Dus iedereen moest in het wit komen, en... Um... We werden gevraagd, we hadden zoiets van, goh, dat ja. is wel... Uh, met hoeveel volk is dat dat is 50.000, 60. 60.000 per dat avond, hè? Echt waar, dat is kippenveld dat op je billen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Zo, zo dat je denkt, amai, ga ik nog kunnen zingen? Ja, want hoe zenuwachtig waren we daarvoor eigenlijk, dat je dat moest gaan noemen? we je ja. toen een medley gedaan, denk ja. ik, hè? De eerste keer waren wij alle drie wel, wel behoorlijk zenuwachtig. Maar het toffe is dat je wel er met drie staat. Dat je ook voelt van, als ik hier... Uh, een blackout of als er iets misgaat, er is altijd iemand die, die mee zal zingen of die mij opvangt. Dus eigenlijk was dat... Wij zaten wel in de zetel. Mm -hmm. Omdat ja. we elkaar hadden. Altijd. Ja, dat is dat, hè. Dat is waanzin, hè. Ik zat er nog te zien en dacht, holy shit, hoe groot is dat? Ik, bedoel, ik heb zelf al een sportpaleis gedaan, dus ik weet wat dat is. Ja. Maar zo'n voetbalarena, dat is echt nog oneindig veel En het groter. grote verschil voor ons was dat het allemaal volwassenen waren. Ja. Er waren geen kinderen. Dus dat lawaai van dat applaus, dat is maar drie, hè? Ja, ja, ja. want je hebt die kleine kinderstemmetjes. Ja, dat... dit was echt zo... Wow. Want dat is toch ook een, een onwaarschijnlijk gegeven? Ik herinner mij dat nog, toen ik de eerste keer het, het Sportpaleis deed en ik stapte dat podium op en ik kreeg die een, dat begin. Wow. Dat ik ook bijna wou achter mij kijken of dat Bono niet per ongeluk <laughs> achter mij het podium was opgewaaid. Dat ik dacht, is dat, dat kan mij? toch echt niet voor mij zijn? Ja. Wanneer was dat gevoel dat je dat de eerste keer had? Dat je echt denkt van... Amai, het is hier echt serieus aan het vertrekken. Het is hier groter aan het worden dan dat wij zijn. Op um, de voorstelling van onze cd Verliefd hadden we het idee om met een trein in Nederland op een aantal plaatsen te stoppen. En overal waar dat wij met een trein aankwamen, konden over de koppen lopen. Het was zelfs op bepaalde, in bepaalde treinstations... Was het, afgezet, omdat mensen tot op het dak aan het klimmen waren om ons te kunnen zien. Dus daar stond een podium, ja. omdat wij dat ook niet verwacht hadden, en zeker in Nederland niet. En dat, stond, dat plein dat stond gewoon vol, geen idee, tot op de je, je, daken. je had geen idee hoe groot dat je in Nederland wordt op dat we moment? We wisten wel, dat we, we zagen dat ook wel hè, met een tour. Er was zeker publiek, maar dat was de eerste keer dat wij echt zo naar de mensen toe gingen. Dat was immens. Dat was echt, echt zot. Toen hadden we alle drie zoiets van... Oh, wat is deze? Ja. Wat is deze? Ook in Nederland. Ja. 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 Dat is wel heel zot, ja. inderdaad. Want hoe, de enige idee hoe dat je daar um, binnengekomen bent in Nederland. dat is niet zo evident. Hè. Als nee. Belgische artiesten zijn er nee. heel weinig die dat daarbij dat, dat dat lukt. Hè. De eerste keer dat wij naar Nederland gingen. Kijk, trots. Oh, we gaan naar een Nederlandse radio. Ik weet het niet meer welke radio. Een plaatselijke radio. We komen eraan. K3. Ja, ja. Nou, hebben jullie je single meegebracht? Uh -huh. <laughs> uh, Moest dat? <Moesta? laughs> dus die, die hadden ons wel uitgenodigd, maar die hadden zoiets geeft u gebt liedje toch mee? Want wij weten van niks. Dus ja. we hebben daar heel veel promo gedaan, heel veel naar de radio's en overal handtekeningssessies. Dat... Ah ja, dat is een treintour. Ja. Ja. Handtekeningssessies, maar is dat dan ook niet? Waar, waren er dan momenten dat je zo. Hè, ik, uh... Ik heb ook zo'n moment gehad dat wij hebben gehad met een band dat je zo in het buitenland tegen gespeeld. en je moet dan zo'n signeersessie mm -hmm. gaan doen en dan zat daar zo'n zeven man of zo en dan denk je, oh god. Ja, was begin... dat in Nederland ook zo, soms? In het begin, begin was dat heel moeilijk. Ja, ja, zeker. Zeven man, dat weet ik nu niet meer. Wij deden ook zoveel dingen dat ik ook echt gaten heb. zo bepaalde ja. periodes dat ik niet meer goed weet van wat, wat deden wij nu allemaal? Ja. Maar... Um, ja, dat was wel knokken. We hebben, we hebben dan het geluk gehad dat er één een, um, een mens zo'n theatertour voor ons kon organiseren, en dan is dat eigenlijk zo geleidelijk aan begonnen. Ja. Ja, ja, ja. jij, Christel en Kathleen. En is Kathleen weggegaan na een tijd? Ja. Was daar een bepaalde reden voor? Was dat hem dat niet niet overeenkwam? Was nee. er iets anders? Ja, die vond het heel moeilijk. Weet je, bij K3, uw agenda lag vast. Ja. He, je kon niet zelf gaan beslissen, van, uh, zeker in die periode nog niet, van uh, die twee maanden doe ik niks. Die, die periode, hij had een liefje dat ook uh, leraar was, dus zij wilde heel graag de vakanties vrij. Was heel moeilijk. Er werd rekening ja, ja. mee gehouden. Maar... Dus ik denk dat was de grootste reden voor Kathleen, dat daar een agenda altijd vast lag. En die had nog heel hard het gevoel van: ik wil solo ook nog wel dingen doen. Dat ja. was moeilijk te combineren. Ze heeft dat in het begin wel even geprobeerd. Maar die kon, die kon er niet meer voor kiezen om eigenlijk de rest van hun leven on hold te zetten voor K3. Ja. Dat was nog een periode. We hebben periodes gehad van 350 optredens. Het jaar nadien 210. Het jaar nadien 160. Ja. Dat was pittig. Dat is, ja, dat is extreem. Dan doe je niks anders. Nee, dan doe je niks anders. Ik heb maar, ook, uh, zeker in het begin van mijn carrière, van die dagen gehad dat ja, vijf tot zes dagen per week geen uitzondering veel, hè? was. Veel, echt veel. En ik voel ook dat ik dat niet meer kan. Ik bedoel, ik ben nu 45 en dat zie ik echt niet meer zitten. Dus voilà, ik zou echt dat is een iets groot van, verschil. Ja, het is niet ik zou dat je niet meer kunnen, kunt, he? waarschijnlijk. Maar ik denk dat ik ook eh, lichamelijk dan nog wat nog meer sport moet gaan doen om het aan te kunnen. Want is dat iets dat je ook moest doen? Je eigen in vorm houden om, ja, om veel te, te spelen? Toch wel discipline. Hè? Ja. Discipline hebben van op tijd in je bed. Maar wij hingen het soms ook eens uit. Hè. Want ja. je kunt niet... Elke dag denken: van ik moet gezond eten en ik moet op tijd in mijn bed. En, en soms was gewoon met de mannen die mee op toer waren in de bar, een keer doorzakken. Het ja. beste wat je kon doen. Even zo. Want jullie deden soms ook meer dan één optreden op een dag? Drie. Altijd? Drie. Met een toer altijd drie optredens. Dat is echt, dat is een ene, smiddag, een in de late namiddag en één in de Elf, 11, 2 en 5 elftweeënvijftig om negen uur in theater sound en hoe lang speelde dan een uur en een kwart een uur twintig ja. Ja. dat is toch een aanslag op uw stembanden toch ja. niet ja daar niet veel problemen zeker, mee gehad? Uh, ik heb het geluk van een sterke stem te hebben ja. dat, ik kan heel gemakkelijk schakelen naar kopstem dus die hoge noten in de refreinen, dat was voor mij vrij allee, makkelijk is nu veel gezegd hè, want zingen en dansen tegelijk dat is altijd een uh, ja. een uitdaging we waren met drie, hè. Ja. En dat is denk ik je kon onze beetje, chance. Uh, ja. Kon ik ja. er een stemmetje pakken als, als je wist van oké, okay, Kathleen zit hier in de hoogte. Ik kan hier even. Uh, ja op de lage ja de duur voelde elkaar natuurlijk ook aan want in het begin is het allemaal zoeken maar ene keer dat je dat zo lang al doet dan moet je maar eens naar elkaar kijken zo van ah ja oké ah jij zit daar vandaag hoi precies niet gewoon wakker dat is een jean te veel gisteren ja oké dan we zullen rustig doen en toen kwam, toen kwam Josje, heel dat, ja. heel dat gedoe, heel dat, heel dat zoeken naar, heel dat K3 ja. zoekt K3, hoe, hoe hebben jullie dat ervaren, wat, wat was dat voor u om te zeggen, oké, okay, er gaat nu, na al die jaren lang, dat je toch denk ik ook mm -hmm. elkaar heel hard gewoon bent, mm -hmm. je kent elkaar heel goed, ja. moet, ineens een, moet ineens iemand anders bijkomen. Ik denk dat het, dat het een beetje dubbel was, want inderdaad, Amai, Karen en ik bleven, wij kennen elkaar zo lang, dus daar iemand bij zetten, dat is niet evident, hè. Dat is mm. echt niet simpel, want wij kijken naar elkaar en we weten, oh ja, zus en zo. Want jullie zijn ook echt goed bevriend, hè. Nog ja, nog dat altijd, is hè? nog altijd. Tot op een dag van van... Ja, ja. ja. I love right. her. Maar het was tegelijkertijd ook wel een nieuwe schwung. En daar hadden we wel heel veel goesting in. Ja. We hadden ook echt zoiets van, weten, wij, wij hebben er nog goesting in en laat het maar komen, dat jong geweld. Ja. Laat, het maar, laat het maar gebeuren dat er een nieuwe een nieuwe vibe, een andere mening over nummers, een andere mening over hoe dat we er moeten uitzien, welke teksten en dat heeft Josje echt ook wel op haar gepakt. Ja. Ik vind dat nog altijd uh, heel fijn een Nederlandse mentaliteit Josje is echt wel uh, recht toe, recht aan, weet wat dat ze wilt. Mm. maar ik voelde mij heel hard gesteund, zo van ja. oké okay, hier is iemand met dus wat gaat haar afgesproken. Je hebt zeker niet het gevoel van, oh nee, een indringer nee. of iemand anders, of nee. iemand waar ik. Wat dat soms wel was, is, 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 is deselijk als iemand nieuw in de klas. Hè. Ja. Zo, um, oh ja, dus ze heeft al twee keer met Karen afgesproken. En ja, ze is bij mij wel blijven slapen. Dus dat zal dan. Ja, ik ben toch nog goed bezig. Weet je wel, zo, vrouwen onder elkaar, zo, okay. dan vindt ze me wel tof. Dat nee. was zo, denk ik, zo in het begin wel wat aftasten van. E, hebben ja, we wel. Hoe, want hoe gaat dat in zijn werk? Echt, die wint dat uiteindelijk. Hè? En dan heeft iedereen het gevoel van: oh ja, dat is zo. Hè, dat, dat is de nieuwe die erbij zit. Dan kreeg je ook al die, hè, die direct cynische stemmen die zeggen: ja. ah, de, de Hollandse markt moest erbij zijn, dus moest een Nederlandse zijn. Het was de beste. Had dat er iets mee te maken? Dus of was ze gewoon de beste? Ze was gewoon de beste. Ja. Ik denk, dat ze nu allebei even sterk geweest, dan denk ik wel dat de voorkeur naar de Nederlandse zou gegaan zijn. Ja. Maar zij was gewoon de beste. Ja. Ja. En ook zo. Ja, die schwung die Josje heeft. Hè. Ja. Iedereen wil wel weten wie is dat en, en waar is die mee bezig. Ja, ja? absoluut. Dat was, uh, dat was ook vooral... Want wat ik heel, heel grappig vond... Ik had dat ook mee, um, niet alleen met... Mee, uh, K2 mm -hmm. zoekt K3, maar je had ook K3 zoekt K3 toen net de nieuwe eraan kwamen. Dat was zo één aflevering, dat, <laughs> dat vergeet ik nooit. Dan kwam er zo'n jonge dame aangelopen die vrij goed voorzien was... En al direct, direct, al de papa's, die moeten erin zitten. En al de bomma's zo, nee, nee, de dee niet. Zo, hè? Dus, dus het is ook zo grappig dat je zo al die categorieën net die moesten kiezen. Hè? En als je voor alle vier goed wordt, dan, dan, dan komt het door. Maar als dat niet was, dan waren er zo'n paar bij dat ik overduidelijk dacht: ja. dat is te veel voor de papa's. deze. Hè? Huh? En toch is, dat ook, to, toch is dat ook een beetje: hè? je hebt nu Josje erbij, hè? Dat is, je moet, je moet gewoon beginnen. Ik kan me ook voorstellen dat dat voor haar zo'n ding moet zijn geweest, van jullie zijn op dat moment al dat fenomeen, K3, dat iedereen kent. Mm -hmm. Zij was tot voor dat programma totaal onbekend. Ja. En ineens valde van de ene dag op de andere in iedereen he? weet wie dat gaat zijn. Had jij hey. toen al dat gevoel van, van, van dat beetje begeleidend, dat je nog die nieuwe meisjes toe had? Was dat iets dat je dacht, dit moet ik toch ook even doen? Ik heb dat niet bewust gedaan toen, maar Josje uh, uit Nederland, Meppel, Mm -hmm. We woonden toen in Amsterdam, maar wij moesten zoveel dingen doen die eerste dagen dat Josje eigenlijk bij mij thuis is blijven slapen. Dat vond ik heel, heel fijn, dat we elkaar echt wel konden besnuffelen. Ja. Dat niet letterlijk, hè. Hebben jullie maar, dat letterlijk uh... gedaan? Ik wist dat je het nee, um, maar niet wilde. Heerlijk! Geweldig. Allerlei zo... beelden die nooit meer uit mijn kop gaan nu, Christel. Dank je wel, Volgens mij zijn de luisteraars en kijkers u ook zeer dankbaar voor dit moment. Jongen. Ja, jongen. Nee, nee, gewoon. En dan toch jaloers dat ze dan even mee Karen op stap gingen. Maar nee, maar niet jaloers, maar zodat je toch dat zo... Dat toch juist zelf gezegd. Nee, zo, zo, Ja, dit was er voor ons ook allemaal nieuw, en, ja. en, en wie is dat? en hoe, hoe, hoe voelt hij haar en is het wel oké okay allemaal en goh, wij vertrokken ook direct op tour hè? Mm. dus dat was echt uh, tegen dan was onze, onze show eenmaal gerepeteerd en, en wij waren onmiddellijk ja, 24-7 samen hè? ja ja dat is gelukt hè? Je ja, hebt wel zeker het gevoel dat dat inderdaad een, een, een succesmoment was, of zo. Hetgeen dat, dat, dat ik nog wel herinner was. Dat toen... Uh, um, want ik vroeg het toen dat jullie uh, besloten om te gaan stoppen en dat de nieuwe er gingen aankomen, maar die waren er zelfs nog niet, denk ik. Toen had ik het er mee karen over op, op Van Giels. Ja. En dan zei Karen tegen mij, dat viel maar, die ze, ik zeg van, is dat niet vervelend voor Josje, die is er nou zo pas bij eigenlijk. Eh, allee, pas niet, maar toch, eh, dat was al wel al eventjes. Maar ja. dat je denkt, je had nog gedacht, voor Josje zitten er zeker nog 7, 8 jaar in of ofzo vooraleer. En zei zo, nee, zij is eigenlijk degene dat het niet meer zag zitten. Eh, zei ze tegen mij, en ik zeg, oké. Okay. Eh, en ik zeg, en jij dan, en zei, ja, eigenlijk, om eerlijk te zijn, ik had ook geen zin niet meer... Om terug daar te gaan zitten en een derde te zoeken. Want ik begon het gevoel te krijgen: ik ben hier te oud voorend worden. Ik denk dat we op het goede moment gestopt zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het, dat, dat het moeilijk was op het moment om: Wow, wat, gaan, wat, er, wat gaat er gebeuren? En drie nieuwe. En, oh, en samen op tour. Ja, oké. Okay, uh, ja, er komen zoveel emoties naar boven. Hè, van wacht, wat ga ik doen na K3? En uh, nee, ik vind deze nog altijd leuk. Maar inderdaad, ja, wat gaan we doen? Ja. Ik denk dat we dat goed beslist hebben van samen drie toffe madammen te zoeken, die dat nu ook heel goed doen. Ja. Maar ik heb me eigenlijk nooit te oud gevoeld. Nee. Misschien kijk ik niet genoeg in de spiegel. Man, nee, dat, dat zoeken naar complimenten. We voelen het al. Dat ja, is waar. Ja, ja is goed. Je ziet er nog goed uit. Oh, Voor uw leeftijd. Oh, zo, oh. Dat, is een, dat is een tof compliment. Oh. Hè. Voor uw leeftijd zie je er goed uit. Ja, manneke, het is niet meer wat het geweest is. Het ja, zal ook nooit niet meer zijn wat dat was. Maar... Dat is waar. Maar komt iets anders Ons, in de blik Aan de andere kant, sorry. Als je u hier ziet, ziet zitten en je ziet juist die foto van hoe jij super jong oh. was dan is het nu wel beter. Ja, wat ik, soms, wat, ik soms, nee, maar wat ik soms ook heb van mijn eigen, dat ik denk, oh jong en dit, en dan zie ik zo ineens een foto ja. van mezelf op mijn zeventien en ik denk, soms, Jezus Christus, man, alle op. chance dat er toch een paar rimpels bij zijn en dat ik er toch een beetje naar word. Ik, niet in uw geval, uiteraard, hè, want... Je dat zeggen. Die geen rimpels. Ja, jawel. Dat zeg je naar. crème, poppen met crème, <laughs> dat kreeg je niet goed. <laughs> ah. Maar je zit dan, hè, dus ja, ik... ik, ik ik vraag mij ook af, hè, want je hadden plannen om iets solo te doen. Zouden nog iets met muziek willen doen? Nee. Absoluut nee. niet. Zo af en toe, denk ik. Omdat van, je eigenlijk, uh, he, je vertelde er net, ik ben al beginnen zingen toen ik dertien ja. was. Ik was jong. He. dat ja. zal er waarschijnlijk ja. altijd in gezeten hebben. Je hebt oh. altijd willen zingen. Ik heb in rockbandjes gezeten, met gasten van Conservatorium opgetreden, Funk. Anne Christie en zo. Anne Christie ook, ook gedaan, nog he? gedaan. Ja. Um, ik heb met Barbara Dex nog meegezongen. ik heb heel veel, veel, veel gezongen. Maar ik, ik zou niet weten, oké, okay, stel nu, ik maak een plaat. Karen heeft ook een plaat gemaakt, hè? Wist je? Dat? Ja, ja, dat weet ik. Dat is ons zeer duidelijk verteld dat Karen een plaat heeft gemaakt. We hebben het ook elke week gezien dat ze bezig was met de plaat. Nee, maar stel nu, ik heb wel best wat ideeën nog rond muziek. En, en ik, zou, ik zou echt wel hè, een, een, een single of een plaat kunnen maken en dan? Ik zie mezelf niet optreden. Wat dat met een man doet. Doorheen heel Vlaanderen. Van, van feesttenten tot braderijen tot koele podia, zal ik maar zeggen. Mm. Ik zie me daar niet alleen staan. Ik, ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik, ik, dat zingen op zich tof. Maar dan zo terug. On the road en, en daar helemaal alleen staan. Moest ik nu nog gitaar kunnen spelen? weten? dan hebben we nog een avast. Ja, dan kun je nog een houding ja, uh, geven? Ja, 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 ik snap het. Ik weet niet. Ja. En, en moet ik dan ook dansjes doen en zo? Dus dat zit nog allemaal veel te veel dansjes in Dansjes zou ik hoek. misschien niet doen. Niet dat je het niet kon, maar gewoon... Maar je het, weet het wat ik bedoel, ja, hè? Ja, tuurlijk. Tuurlijk weet ik wat jij bedoelt. Maar dat lijkt me ook, het lekt me ook um, heel... Um, Moeilijk als je van die gigantische hoogte je, gegaan. Van waar voilà. dat jullie komen. Om dan zo te zeggen: alleen, we zullen maar eens terug. Ik kan dat niet, denk ik. Ja. Ik heb nogal gezegd: he, van, ik heb jaren met een chat gevlogen. Als je ziet naar. Gewoon al de, de technische kant van, van hoe wij optraden en, en monitormixen. Ja, wat, wat voor en en... Productie is dat allemaal. Ja, wel. dat is gewoon ja. fantastisch, he. Onze band. De... Jullie hebben op een vliegende boot in het Sportpaleis gestaan. <laughs> he. Ik heb het gezien. <laughs> Verkleed als pirat. Zie je mij dan allergisch ergens met een Totinet aankomen? Allee, dat is wel het gevoel, hè? Ik weet het he. niet. Wel, je, je hoort vaak artiesten dat soort dingen zeggen. En ik, weet, ik vind het heel cool dat je dat zegt, hè? Omdat bijvoorbeeld, um, ik ken een Andries, wij hebben jarenlang he, in. Hmm. nog altijd even, want wij stoppen ook in uh, december met een band ja. hè? in een, uh, een rock metal band gezeten okay. hè? waar wij ook allerlei zotte tours mee hebben gedaan, waar we die, in het buitenland hebben gespeeld, graspop pukkelpop, al die dingen oh. dus en, en wij hadden ook het gevoel van, um, ja hoe ouder dat je wordt, hoe moeilijker dat dat is om zo weken nog een stuk ja, weg, te weg te zijn en dat soort dingen hè? we zijn ook allemaal er niet jonger op geworden en je wilt ook vooral niet dat je, dat, je, dat je minder wordt dan dat je waard. Mm -hmm. eh, wat jij zelf zegt, van op dat juiste moment te stoppen. Ja. Ook al denkt er soms, ja, maar ik vind het eigenlijk ook nog wel leuk ja. en ik vind het nog wel tof. Maar dat je slimmere stem tegen u zegt, ja, ja maar binnen, als je dat nog drie jaar langer volhoudt, dan, op, dan de... gaat dat jammer vinden. Wat ik nog wel tof zou vinden, is om zoiets uh, met een jazzgroepknop in de nopper of zo te staan. Weet je wel? Ja. Zo... Allee, de nopper is dan misschien alweer te cool en te groot you <laughs> Ze... Alleen neem maar je wat ik bedoel. ja, man. Jij zit nee. Christel van K3. Ja man, de mensen die do, daar staan, die do, zijn, do, zijn toch zo. Oh, who gives a shit. Alsof ja. die ooit de, een honderdste gedaan hebben van wat dat jij gedaan hebt. Ja. Sorry. Sorry, dat vind ik echt. Ik snap dat. Hè. Ik vind dat heel mooi, dat gevoel dat jij hebt. Ik hè? Dat je denkt, ja, dit, de, dit zijn de echte ja, muziekliefhebbers dat. en de mensen die. Ja. En dan denk ik, oh fuck. Off, ik weet man. het. Jij, jij hebt fucking de arena gedaan. Come on. Eigenlijk zou ik er met niks van kunnen aan. Ja, nee, dit Normaal dat je er iets van aantrekt. Want het is ook zo grappig dat, dat je vaak daarmee zit, als je in iets gezeten hebt dat, um, dat commercieel enorm succesvol is. Ja. Hè? Hetzelfde dat, hè, dat ik over mijn eigen kan zeggen, hoe hard dat ik van mijn eigen nog wil denken dat ik de underground punker ben. Als je, als je het sportpaleis het verkoopt, zitten <laughs> daar niet meer. Dan zitten daar niet meer. Dus dan moet je je dat ook niet wijsmaken. En dan heb je toch ook altijd de neiging om zo ook nog wat te. Te, te hengelen naar de goedkeuring van zo de, hè, zo, zo de, de culturele voilà. zwaargewichten. Terwijl dat, dat eigenlijk complete nonsens is. Want jij want denk... het dingen bereikt dat die nooit gaan bereiken. Heel veel van die mensen. Waarop dat ik ook denk... Bedoel, ik zeg niet dat het daarom gemakkelijk is, want dat is, dat is ook het vervelende dat je hebt. Hè. Ik, ik kan mij daar... Een klein beetje bij inleven op het gebied van dat ik een band had, maar ik stond bekend als een komiek. Ja. En je wordt altijd daarop afgerekend dat je die komiek bent en nu moeten we je serieus gaan nemen. Ja. Ja, wat, wat denk ik misschien ook een klein beetje met Karen het geval was en met zou zijn Als je zegt, ik ga nu een soloplaat uitbrengen, dat ze zeggen, Jammer. allee, nu moeten we niet eens, ervoor was het van Afrika tot in Amerika en nu moeten we, het, mm -hmm. nu moeten we dit... Nou, dat wel, ik al gedacht: heb van zo is, is een aantal weken een repetitiekot te huren. En zo de, de mannen waar ik vroeger mee gespeeld heb uit te nodigen: van kom maar mannen, gaan we gewoon eens wat jammen. En gewoon eens zien waar dat daaruit komt. Komt daar iets uit? Tof, kunnen we ons gewoon wat amuseren. Komt daar echt iets goed uit? Misschien kunnen we daar wel eens ergens op wat bakken bier in een cafeetje... Is optreden, dat zou ik nog wel zien zitten, maar niet dat dat dan in, in, in de gazette staat van Christel van K3 zingt opnieuw. Daar dat heb ik geen zin dat in. Het is jammer dat je daar niet onderuit gaat geraken, denk ja. ik. Dat is een klein beetje het probleem. Ik heb dat ook gehad mee. Hè, toen wij zeiden van we gaan, we gaan met een band. Hè, we Er hm. komen en er mee van. Oh, misschien zoiets klein beginnen en dan En dan heb ik ook gezegd: ja, man, als je mij in de band hebt, ja, dan gaat is dat niet. niet. Dan is hij niet. Ja. Dus ik denk dat als je het echt wilt doen, als je echt zegt van ik wil toch verder gaan of ik wil toch iets gaan doen, dan moet je ook er vrede mee hebben dat dat erbij gaat ik weet horen. Het. dus doe ik het niet. Nee? Nee. 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 Het kriebelt ook niet hard genoeg. Okay. Weet je, moest ik nu echt elke dag denken: van, oh, ik mis het, ik mis het om te zingen en om, om, om nummers te maken. En, maar dat heb ik ook niet. Ja. Dus voor hetzelfde komt het nog en anders dan maak ik tv. Ja, dat tuurlijk, is nu wat ik. Uh, mij heel hard op aan het focussen ben. Ja, want je hebt generatie K gedaan. Hè? Dat ja, was het, uh, ik heb net... En het idee daarachter was dat je, dat je um, allerlei dingen bespreekbaar maakt ja. voor kinderen. Ja. Dat was toch een klein ja. beetje wat het wat Eigenlijk vertrok het, het daar vanuit kinderrechten ook. Hè? Ja, oké. Okay. Ik um, had twee stukken. Ik met verborgen camera kinderen eigenlijk in een situatie zetten dat ze niet goed wisten van oei, hoe moeten wij hierop reageren? En achteraf even... Ook polsen naar waarom was dat nu zo moeilijk. En niet veroordelen. En niet met de vinger van ik vind dat jij dat niet goed gedaan hebt. Maar gewoon ja, ja, ja. van waarom was dat moeilijk of, of vertel eens. En aan de andere kant van het programma was reportages rond kansarmoede, autisme. Eigenlijk met een heel sterk kind uh, een dag doorbrengen. En, en aan de jongeren die kijken, is even laten voelen. Van die is allemaal zo simpel nog niet. Er zijn wel kinderen in moeilijkere situaties en zo gaan die daarmee om. Dus ik vond dat een heel fijn programma om inderdaad zo'n een tool te geven om, om, om erover te babbelen, om het gewoon bespreekbaar te maken. Ja. Dat is in Vlaanderen soms nog wel, uh, well, misschien niet alleen in Vlaanderen, maar ik voel dat het moeilijk is om, um, om mensen te overtuigen dat je met kinderen echt uh, hele diepgaande, serieuze babbels kunt hebben. Ja. En natuurlijk hebben die niet dezelfde rugzak als ik. Nee, nee, wij nee, zijn nee, nee. slimmer op bepaalde gebieden, wij hebben meer kennis. Maar wat zij voelen, zijn wij dikwijls kwijt. Ja. ja wat mij heel erg is opgevallen als ik met mijn dochter in een auto zit en die stelt een moeilijke vraag aan mij. Dan kan ik dat soms op zo'n genuanceerde manier aan haar uitleggen. Dat ik denk: want dit leg ik nooit op dezelfde manier aan mijzelf uit. Echt? Ja. Dus ik, ik, ik zal een voorbeeld geven. Ik zat in de auto met mijn dochter en mijn dochter zegt: uh, uh, Papa, geloofde jij, geloofde jij in God? En ik zeg: Nee, hè, ik geloof daar niet in. Ja, dat is stom, hè, in God geloven. En toen zei ik: Ja, nee, dat is eigenlijk niet. Hè. Ik zeg: Er zijn ook mensen die dat wel doen en die halen daar heel veel kracht uit. Ja. En dat is iets moois en, hè, en die bedoel dat ook niet kwaad. Ik zeg: Ik vind alleen dat dat een aantal heel negatieve gevolgen heeft gehad op bepaalde dingen. Waardoor dat, dat ik niet, en ik, ik ben ook niet iemand dat echt gelooft dat er iets is, maar mensen die dat, dat wel geloven, die zijn daar niet noodzakelijk, zijn die niet stom. Nee, 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 hè? nee, of verkeerd in of fout. Of allez, verkeerd ja. of fout. En dan dacht ik, dat is niet wat ik zou zeggen als iemand, als een journalist tegen mij nee. die vraag stelt. En dat voelt toch goed dan dat, dan je... ook, en op, op een, dat is raar, want dat voelt inderdaad ja. goed. Dat je echt kunt zeggen van. hé hey man, ik heb hier iets kei tolerant en lief gezegd. en eigenlijk is dat tof. En, en... het kwam echt vanuit jezelf. Je hebt niet iets gereproduceerd van nee, wat je hoort. maar, te maar wel zijn. heel belangrijk. wat ik vooral vond, is. ik wil het haar niet meegeven. Zo, ik wil de dingen die dat, dat bij mij. mijn hang-up zal mm -hmm. ik maar zeggen. Hè, want mijn onwaarschijnlijke haat tegen georganiseerde geor religie. is mm -hmm. echt voortgekomen. het. Een hele reeks ervaringen dat ik ermee heb okay. gehad als kind. Beginnende van mijn eerste godsdienstleraar, is dat zo'n fire and brimstone: je gaat allemaal naar de hel. Ei. Mens was echt nog old school, old school, waar je van Amai. denkt: oh my god, really? Bestonden die nog? Maar ik heb waarschijnlijk klaarblijven. De laatste. Een van de laatste gat. <laughs> Mevrouw van Horek, als je nog leeft. Hè. Ja. Maar uh, waarschijnlijk niet meer. Die was toen al oud. Maar toch. Hè, dat ik denk: van ja, dat waren, waren zo'n ervaringen die er voor mij gezorgd hebben dat ik heel erg een visie op ja. die dingen heb. En ik wil haar daar niet mee opzadelen. Nee, maar ik vind het wel tof dat je je visie kunt delen. Met haar, hmm. want ik vind dat niet opzadelen. Ik vind het net heel, heel sterk als ouders, um, volwassenen gewoon in het algemeen, kinderen nog wel durven zeggen: van dat is mijn mening daarover. Ja. Omdat dat soms ook precies niet meer mag, een mening hebben over iets. Vind jij dat? Ik, Goh, vind, ik, dat we, ik vind dat we in een tijd leven waar dat er meer meningen zijn dan ooit. De iedereen iets te zeggen. Heeft. Ook waar, maar tegelijkertijd heerst het een van genuanceerde mening. We moeten verdraagzaam anders. zijn en het mag niet gezegd worden dat ik het soms moeilijk heb met. Mm -hmm. Ik vind het. Ik vind het net. Ik vind het duidelijk als je aan uw kinderen uw waarden en uw normen toch meegeeft en dat je erbij zegt van dat werkt voor mij. Ik weet niet hoe dat, dat voor u is. Ja. Ik weet niet hoe dat jij je daarbij voelt. Voor mij is dat nu eenmaal zo. Ja. Ja. Als uw kinderen zo hun meningen beginnen te vormen, zijn ze soms toch ook wel eens in shock, vind ik. Ja, absoluut. Van, dat heb ik nu toch zo niet uitgelegd? Of, oei. Ja. ja. Je voelt dat die zo mini-volwassenen worden. Ja, dat zal bij u nog meer zijn. Hè? Want hoe oud, hoe oud zijn uw dochters? Manu tweede middelbaar, Lily eerste middelbaar. Ja, ja mijn dochter is nog vijfde studiejaar. Ja, Hoewel wacht, dat die, die nog is, even. Ja, ik snap het, maar ik heb ook... Uh, ik, zeg het, ik denk altijd, als je met ouders praat die zo'n kind hebben dat net zo'n paar jaar ouder is, die kunnen nu altijd zeggen, oh, ach, je ach. denkt dat dat is, zo, dat krijg je dan meestal te horen. Maar ik, eh, ik, ik merk wel, ja, mijn dochter is, is redelijk vroeg, rijp, die is groot. Hè, die, hm. mijn, mijn vrouw is even groot als mij, dus dat is, is geen klein. Ja. Je merkt ook al, die is al een kop groter dan een helft van de kinderen in haar klas. is ook heel verbaal. Ja. Er is ook iemand die, die schreef het, het alfabet toen ze drie jaar oud was. Dus die is snel. Hè? Ik ja. zeg niet hoog. De, die nee, nee, bullshit ga nee, nee, ik niet mee beginnen, maar die is raar. Ja. Dat is iemand die heel. Die, heeft, die is ook altijd opgegroeid tussen, tussen volwassenen. Hè? Die heeft altijd tussen mij en al, hè, al mijn vrienden ja. in heel, heel die kring altijd gezeten. Dus die was ook heel snel, heel verbaal. Waardoor dat je soms, dan merk ik vandaag nog altijd, vergeet hoe jong dat hij is. Mm -hmm. Waardoor ja. dat ik die soms dingen meegeef waar ik achteraf van denk dat Dees had de ik eigenlijk nog zeggen. niet moeten doen. Zo, daar, zit, daar word jij nog niet. Nee, maar zo. je weet dat niet. Nee. Ik heb dat soms... Ik had onlangs Grease opgezet. Ja. Ik denk, oh, mensen drietjes, oh, nog Grease kijken. Maar dan is er toch een stuk dat ze in de auto uh, vuile dingen aan het ja, doen zijn ja, 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 ja. en dat ze een condoom overdatum is of kapot ja, of zo. Zi, zi, zi. Nee, oh, my, ja, ze zitten... ze zo kijken naar oh, mij. Rizzo, zo van... Rizzo, Rizzo. Ja. Oh. <laughs> En ik denk... Oh nee, ja. dat was ik een beetje vergeten. Ja, ja, ja. Grappig. Ik heb daar soms mee, mee ding, omdat die, die, zit, die zit heel de tijd op... Uh, oh, die zit heel vaak op haar op iPad. Die doen heel veel YouTube en, ah, en Musical.ly en al die hè, En het moeten moeten meedoen? Ik heb er al ene gedaan, ja. Ik heb een Musical.ly gedaan. Dat was Kendrick Lamar. Omdat wij Kendrick Lamar soms in de auto hebben opgestaan. Mijn dochterke vindt dat goed ik leer meestal de, twee, de nieuwe dingen in de muziek dat ik nog leer kennen leren Musicie. kennen door de Andries want die is meestal oh. nog redelijk in de know en uh, mijn dochter die komt dan ook af met dingen waar ze nog lusserd dat ik denk oh cool hè, dat vind ik wel tof of zo ik, de de plaat die ik het laatste jaar het meeste heb gehoord, ik gewoon echt metal harten breken, dat je niet meer voor mogelijk houdt. Maar dat is Reputation van Taylor Swift. Ik oh. ken die plaat eigenlijk van buiten. Taylor wederom. Swift is nog wel cool, vind ik. Maar die is wel graaf, ja, cool. zeker. Bij mij is het Sean Mendes. Sean Mendes? die, die, die ken die een naam, Jawel. wie is dat? Ja. De naam Dries Allee, man, dat ga dan niet wit. Een, een, een heel schoon manneke. Maar zingt zij liedje in eigenlijk? Ik weet het niet meer. Ah ja, jawel, ik heb er al wel iets, uh, iets over, over gehoord. Die hangt omhoog bij ons. Sean Peter Paul Mendez. Wat een mooie naam, Peter Paul. Singer-songwriter. Ja. Dus zit nog wel met, met veel talent. Oké, okay, Savannah nog. Maar inderdaad, ja, via de dochters. Muziek. Programma van Christel Verbeke. Ga je die iets ja, laten Ja, dat is een nieuw programma. Hè? Ah ja. Ja, omdat je ja, kan um. het vertellen wordt dat je televisie ging doen. Ja, dat is juist wat. Als je iemand tijd onteken doen dat dat u een overgang ging zijn op dat nieuwe programma. Oh okay, ja, goed, dat had ik totaal niet hoor. <laughs> <doord Akwesdien laughs> ik was er zo naar aan het kijken. Ik denk dat is een keertoffe foto dat je lot zien. maar de nee, waarheid heb, komt dat een kindermond. Yeah. Dus dat is ook een, uh, een soort programma waar je praat mee... Ja, dus ik, ik heb generatie K gemaakt twee jaar na elkaar, twee seizoenen voor Ketnet, en uh, ik was al lang aan het praten met, met VRT om voor één iets te doen. Oké. Okay. Ik heb daar ook echt mijn ding gevonden bij, bij één. Heel toffe mensen, heel jong en creatief. Mm -hmm. En um, ik heb toen gezegd: van, Ik zou dat zo revolutionair vinden dat jullie mij een programma laat maken met kinderen, waarbij geen volwassenen aan het woord komen over de kinderen, wat meestal wel gebeurt. Ja. Maar ik kan nu voorstellen dat we s'avonds om half tien een programma uitzenden waarbij dat kinderen over hun leven vertellen, over thema's die ons allemaal eigenlijk aangaan, over geloof, over uh, uh, vertrouwen, over het was een jongen, uh, die foto dat je ziet is Ben, mm -hmm. een boerenzoon, ja. uh, waarvan ik dan al een vooroordeel heb van die zijn wereld zal vrij klein zijn, dan ja. waarschijnlijk zo eh, ja. binnen de boerderij zich beperken, terwijl hij het toch ook wel mee in de gazet leest en, en die is zo heel nuchter en heel positief en dat doet zo deugd om, wat we daarnet ook zeiden hè, om een kind gewoon eens te horen zeggen van, zeg, het moet positief in het leven staan, hè. Het moet niet zo negatief zijn dan denk ja. ik, zeg jij dat nu tegen mij? Ja. Het, het is er boenkop op ja. dus dat hebben we gemaakt, we hebben zes afleveringen gemaakt, een boerenzoon hoe, hoe lang duurt die aflevering een half uur want, want hoe lange gesprekken waren dat als je daarmee praatte? we mee hebben praat? een, um, vijf dagen was ik daar, en ik heb vier gesprekken van ongeveer anderhalf uur elke keer gedaan, dus dat ja. was echt wel pittig ja. Um, soms waren ze ook hoe oud, hoe oud zijn die kinderen normaal gezien degene die Ben was uh, elf, dus dat tussen de negen was de jongste en dertien was de oudste. Ja. Dat is echt nog kind, ja, jong. Dat ja. Is nog niet de puberteit nee, die, nee, nee, die nee. komt, nog geen Net snorren niet. en borstjes. zo de pre-puberteit, de pre zo de bij pre ja, ja, Voilà. Maar um, ja, bij hadden ze onmiddellijk zoiets van, dat is eigenlijk een goed idee. We geloven daar ook wel in van, ja, de waarheid komt uit een kindermond. En gewoon dat je... Heet dat het programma zo? Of wat is de naam van Kinderkopjes. het programma? Ja. Okay. oh goed Oké. Goed ja, gezien. Hoppels. Ja, ja, He, ja, de ja. ja. I see what you did there. Yes, yes. <laughs> de, de, ja. Ik ben daar heel trots op, zeg. Ik vind, ja. vind het echt wel fijn dat we dat gedaan hebben. En... Um, en wat zijn de thema's dat je zo hebben besproken? Het waren zijn dingen waar je echt over gebabbeld hebt, dat je verbazingwekkend vond wat, die, wat die kinderen zei. Oké. Okay, was een meisje dat zeer gelovig is, ook zo opgevoed wordt, gevoeld dat heel dat gezin katholiek, katholiek is, ja. en okay. dat wou ik ook echt. Ik wou echt een katholiek Vlaams, typisch Vlaams meisje ja. of jongen antwoord laten uh, over die, de kerk. Over... Die moeten eigenlijk toch ook al bijna gaan zoeken tegenwoordig, hè, Of niet? Of zijn er toch meer dan dat je denkt? Er zijn er meer dan dat je denkt. Ja. ja. Zeker. Okay. Um, deze meisje hebben in Gent gevonden, Sarah, en gevoeld dat dat in dat gezin een heel belangrijke plek krijgt, maar toch ook dat zij, naast wat ze van haar ouders heeft meegekregen, dat zij er zelf ook over nadenkt. En het tofste vond ik dat ze, ik zei, ik zeg, ja, dan laat later trouwen in de kerk. Ja, dat weet ik nog niet. Ik zeg, huh? dat weet je nog niet? Ja, ik weet niet of ik dan nog gelovig ga zijn. Ik ja. wil dat wel, en ik hoop het. Ik wil ja. mijn ouders niet teleurstellen, maar misschien begin ik wel te twijfelen. En dan denk ik, als een meisje van twaalf zoiets zegt, ja, ik vind dat tof. Ik vind ja. dat leerrijk. Dat, ja, dat, dat, is vooral, dat is ook vooral heel cool, dat je op die leeftijd toch ook al beseft van, misschien is dit niks voor mij. Misschien ontgroei ik dat nog, ja. of maak ik iets mee waardoor ik Want mijn dat's... geloof verlies. Er of, mm. of, was ook een jongen van Adel die we gevolgd hebben, die um, de druk van, van adel zijn wel kon uitleggen. Hij was maar negen, dus ja. dat is toch wel anders dan een meisje van twaalf. Maar die toch al benoemde van ja, het is niet altijd evident om hun vriendjes hier uit te nodigen. Want het is wel bij die mensen die van adel zijn dat ze komen spelen. Weet je ja, 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 ja dat je niet in een gewoon huis <coughs> binnenkomt, maar in iets uh, een, een beetje zotter, hè? Letterlijk, het ja. kasteel met de ja. grote oprijlaan en dan de grote grond en de grachten rond en ja. Ja. ja, er liep zelfs een everzwijn binnen. <laughs> Echt waar? <laughs> Fantastisch. Ja. En nu um, generatie K kinderkopjes en nu heb ik een boek geschreven. Boek nog? nee ja. er komt geen end aan. Er komt geen end aan. Dat eigenlijk zo nog, nog iets verder daar rond gaat, rond vertellen en spreken met kinderen over thema's die moeilijk zijn. Je doet het wel altijd met, ja, het is altijd met kinderen dat je, wel, dat je wel werkt. Is dat omwille ja. van K3 en de ervaring dat je hebt opgedaan met kinderen? Vooral omdat ik het, omdat ik het zo Alles kids. nodig vind, is misschien wat veel gezegd. Hè? Maar ik, ja. vind, ik vind echt wel, uh, ik met mijn kinderen bijvoorbeeld, wij... wij als ouders vragen je we soms wel eens af: wat zit er nu in die koppeltjes? Wat vinden ja. die nu eigenlijk over vluchtelingen? Ja. Of wat vinden die nu over uh, mensen die opgroeien in kansarmoede? Ja. Hebben die daar al een idee over? Wat weten die ervan? Ze ja. kijken wel eens naar Karawit, of ze zullen misschien eens in de krant iets lezen, maar eigenlijk weten niet wat er in dat koppeltje zit. Dus heb ik besloten: van, ik ga een aantal verhalen schrijven. Dat je als ouder kunt lezen, samen voorlezen of je kind laten lezen. En wat, dat je eigenlijk zo wat een opstapje hebt om daar Is een babbel over te hebben. Ja. En ik, daarom kom ik altijd over, terug. Je gaat dan over onderwerpen als vluchtelingen en ja. al dat soort dingen. En wa, wat zijn de dingen dat je dan wilt meegeven? Als je echt zegt: van Ik wil die discussie opstarten, wat geef je dan mee? Eigenlijk dat er, dat er achter elke gevel, elk huis en elke familie heeft zijn verhaal. Uh -huh. Niemand is perfect. Overal is er iets aan de hand en het gaat erover hoe dat je ermee omgaat en wat dat je doet op het moment dat er iets fout gaat of dat er iets heel goed gaat. Deelde dat. Um, bijvoorbeeld, als, als het gaat over kansarmoede, heb ik voor een verhaal gekozen waarbij dat de jongen op het einde uitgelachen wordt. Ik ga het niet volledig vertellen, maar mm -hmm. dat je voelt in de klas dat ze hem uitlachen. En dat ja. is het einde. Ja. Omdat ik denk dat dat een gesprek opgang brengt van... Ja, huh? dat eigenlijk de, het vervolg op uw verhaal het gesprek is. Ja. Dat je het niet mooi afrondt, zodat het dan allemaal kant en klaar voilà. is, maar dat je zegt van, oké. Okay. En dat je het ook niet mooi verwoordt, want hoe dikwijls is het niet dat je hoort dat er in een klas wel issues zijn, en dat er effectief kinderen uitgelachen worden, maar het lijkt alsof we dat niet mogen schrijven of zeggen. Ja. En ik had nu zoiets van, en toch wel. Toch gaan we dat zo laten eindigen, zodanig dat je als kind misschien wel de reflex hebt van... Oei, dat is bij ons ook wel eens gebeurd. Als ik het nu zo lees, is dat precies toch niet zo netjes. Ja. Weet wel, het moet precies zo, altijd zijn. Zowel van de beide kanten. Of dat het u overkomen is, of dat ja. je het al gedaan hebt met iemand anders. Ja. ja, en dat je even stilstaat bij... Oei, wat is dat nu? Ja. Maar tegelijkertijd staat er ook een verhaal in rond uh, verdriet. Waarbij dat er dan een konijntje sterft. En dat dat manneke dan heel Verdrietig is en een kistje maakt en dat gaat begraven, en meer is het verhaal niet, maar alle emoties die rond verdriet naar boven komen, worden er wel ja, ja. verteld. Ik denk, ja, ik vind het moeilijk omdat je denkt, als je dat soort onderwerpen aansnijdt, en zeker in een, in een kinderboek of een boek gericht naar kinderen toe, hoe hardgoden die. Confronteren met de negativiteit rond bepaalde dingen. Hè? Ik heb nu gekozen voor een heel simpel verhaal van uh, Aikun, een meisje dat in een centrum woont en, en uh, op een school zit en opnieuw moet verhuizen. Eigenlijk ja. is het dat. Ze heeft een beste vriendinnetje gemaakt in de klas en ze krijgt bericht dat ze opnieuw moet verhuizen. Dus er is hartzeer en vooral omdat ze haar vriendinnetje niet meer gaat zien. Dus mm -hmm. ik heb het daarbij gelaten. Ja. Van, dat zijn dezelfde emoties als wat wij hebben of wat de kinderen op school hebben die hier toevallig in Vlaanderen geboren zijn. Van: mm. Ik heb een beste vriendin en ik moet verhuizen, dus dat doe zeer hier. Ja. Want ik ga je niet meer zien. Ja. Maar ik heb het niet gehad. Ik, ik vertel wel over, over haar thuisland en dat ze haar een mangoboom mist en dat het daar niet regende en niet heel veel. Maar ik stop daar ook. Ik, ik vertel even van: Er was oorlog en ze waren daar bang. Maar ik ga daar niet verder op in. Ja dat Ja. Het is ook niet gemakkelijk natuurlijk, omdat je. Maar zouden ooit een neiging hebben om te zeggen, hey, je zijn nu begonnen met een boek, je hebt een boek gedaan. Ja. Hè? Dus dat wil ook zeggen dat als je wilt, kunnen er nog ene doen. kunnen. Nooit een neiging om te zeggen, nu ga ik er die zene een doen die gericht is voor op op mensen die een beetje nauwer zijn of kinderen die net die puberteit wat door zijn en die wel over dat soort dingen babbelen ja. en daar iets over. Ik denk nu niet in, in boekvorm direct, maar wel naar tv-programma. Ja. We zijn nu aan het nadenken over uh, wat dat we gaan maken. En um, ik zit heel hard nu wel, wel volwassenen. Ik wil ja. gewoon babbels hebben met volwassenen. Ik wil herkenbare tv maken, eerlijke tv, die ontroert, ontspant. Um, maar inderdaad, niet dat ik opzettelijk weg wil van de kinderen, want dat zal altijd... Um, mm. Heel belangrijk blijven in mijn leven. Maar ik denk ook dat dat cool is dat je dat doet, omdat ik, omdat ik zoiets heb, is dus daarom dat ik eigenlijk vraag over mensen die in de, in de, in de puberteit of zo zitten, mm -hmm. of, in de, of, of net hè, zo mm -hmm. daartussen, zo van die 14 tot 18 -jarigen ja. zo. Die zo hè, ik, ik, ik ben ook een nieuwe show aan het maken. Heel veel daarvan gaat ook rond gender, en rond ah, dat soort dingen, waar iets voilà. is dat enorm leeft bij veel ja. jonge mensen, klaar eigenlijk. Ja, uiteraard. Want, uh, en en heel, die, heel dat idee daar rond, eh, rond mm -hmm. social media, rond wat die allemaal meekrijgen, wat die vinden dat ze wel en niet ja, moeten vinden. Ja, dat vinden. is interessant om Niet alleen op, op, op vlak want ik moet er dan weer grappen bij verzinnen, waardoor dat het ook nog... Het moet ook nog funny zijn. Mm -hmm. Ik heb wel iets te zeggen, maar je moet ook de mensen nog, nog entertainen, ja. ook uiteraard. En dan denk ik, zo'n programma op tv, met iemand als jij, dat lijkt mij wel... Dat lekt mij wel iets. Zonder dat je per se volwassenen moet hebben, maar mensen hebben die dat benaden. Mm -hmm. Waardoor dat je eigenlijk nog neer naar in kijkt. Want dat voel ik heel hard op mijn. Ik ben nu 45 mm -hmm. ik word 46 in december. Ik heb soms geen idee meer wat er leeft, leeft. bij jongeren voilà. van, van, van 14 tot ja. 16 of zo. Wat die over babbelen, wat die nog acceptabel vinden, wanneer waar die zich heel hard mee bezighouden, hè. bepaalde Je zit dingen... dat kwijt, hè? Ja, je zit dat kwijt. kwijt. Dat vind ik ook. En vooral ook, ik vind dat er heel veel vooroordelen ook uh, naar boven komen. Ik zo over... Iets ouder, hè? zo de millennials. De zo... <laughs> hated millennials. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zo, nou, die waardeloze generatie. Voilà. De, ja. de generatie die denkt dat de wereld aan hun voeten ligt, die mm. op, uh, uh, op hun werk aankomen en direct een auto willen en veel vrije tijd mm. en wat is het allemaal. Ja. En, 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 en dat. Maar die bestaan toch ook? Natuurlijk, maar ja, dat ja, zijn ja. die van 45 soms ook. Hè? Dat is ik, waar. Maar... Ik vind het niet fijn als daar zo'n stempel op gezet wordt. Ja. Oké, okay. um, ze zijn anders. Opgegroeid dan wij, zeker, ja. maar ik ben gewoon vooral nieuwsgierig om dat te ontdekken. In plaats van dat ik zoiets heb van ik zal die vooroordeel niet allemaal een keer bevestigen. Zeg. Ja, ik snap wat je wilt zeggen omdat dat heel, dat is heel, uh, hoe zeg je dat, ja, wij zijn dan, wij zijn, mijn generatie is dan generation X, denk ik, ah, ja. wij zijn zo die... Zijn wij dat? Dat de weet okay, ik, 75. Denk ik, ja, wij zijn dat, denk ah, ik, ik ben ja. van 72. Oei, dat, hoe dat, zijn dat, wij? Goh, waardeloos, daar is ook allemaal niks aan. Wij waren allemaal geen Hollywood maar ik heb zo, al, al ze plakken <laughs> er altijd zoiets aan, ja. hè? die van de jaren 60 waren de babyboomers, hè? die ja. dat dan ook zo de, de vreselijkste juppies zijn geworden in de jaren 80. Ja, dat wordt ah, ja. hun altijd kwalijk genomen. Maar wij... Van, jullie waren de hippies en nu zitten de juppies. Ja, waar waren wij? Wij zijn opgegroeid in een generatie X. Generatie geboren na de babyboom-generatie. Ah, ja. Dat zijn wij, hè. Dus, ja. uh, voilà. En wat, 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 wat is dat dan? Uh, generatie niks of de verloren generatie? Wij waren dus ook al de verloren generatie. Fantastisch om te zien. We waren nog juist te jong voor het begin van punk mee te maken, maar we zijn er wel uh, met de gevolgen ervan opgegroeid. Dus, Oi, uh, ik voel het nog elke dag echt waar. Ik weet het, ik voel het ook elke dag. Maar het is nu wel niet onbelangrijk, omdat je, omdat je voelt dat er... Um, de, ik denk, als je nu in, in, in deze tijd leeft, wij hebben ook nog het begin van, van internet en social media. Mm -hmm. Wij hebben een tijd geweten dat dat er niet was. Oh. Hè? Ja. Onze oh. kinderen niet, hè. Die nee. weten dat niet. Die, die groeien op met dat en alleen maar dat. Ik heb in mijn boek ook een voorbeeld gegeven, als het over social media gaat, van, vraag niet keer aan je ouders hoeveel keer dat zij onder hun voeten gekregen hebben, omdat ze uren aan de telefoon Het ja. eerste wat je deed, ja, ja. je kwam thuis. Bellen naar <laughs> mijn vriendin om ja. huiswerk maken. Ja. Dat is hetzelfde als dat die nu aan het chatten zijn. Hè? Ja, natuurlijk TV oh. kijken, ook net hetzelfde. Voilà. Hè? Je hangt een hele dag voor de tv. Voilà. Of, in mijn geval vaak ook zelfs, ik was aan het lezen, maar het was ook wat ik aan het lezen was. Ja. Hè? Dat je zo stopt is met die belachelijke strips en leest is een serieuze boek. Een serieuze op, een op zo boek. Dat. Dus zelfs dat, terwijl dat je, als je nu een kind ziet zitten met een boek, dan denkt al, oh my god, hoe goed is yes. die bezig. <laughs> Dus het is wel, maar en dat je mee volwassenen niet zou willen doen. Want ja. je zegt dat je, hey, je, wilt, je wilt, daar wel. Wat zouden ja. het idee zijn? Wat zouden we willen doen en... Er liggen nu vijf ideeën. Oké. Okay. Heel concreet. Oké. Okay. Mag er nog niet te veel van zeggen. Nou, maar... De dingen die je niet mocht zeggen, moeten we niet zeggen. Maar nee, nee, wat nee, nee. wilde dat dat over Of? Ja, gewoon. Ik wil heel graag um, human interest. Dat, dat is echt wel de richting die ik uit wil. Wat ik met kinderkopjes ook gedaan heb: hè? een goede babbel met mensen, mm -hmm. uh, mensen leren kennen, maar ook confronteren. Dat is iets waar ik, ik wel kan en durf. En ik heb dat in mij van uh, in een babbel een mening kunnen bevragen. van Ja, maar waarom vind jij dat? Mm -hmm. Niet gewoon meebabbelen. Ik ben geen journalist, dat zal ook nooit zijn, maar ik heb wel een. een... Gelukkig. Gelukkig. prijst u gelukkig <laughs> dat je dat niet maar ziet maar ik ben wel een curieuze neuzenmonsterpot mosterpot ofzo, <laughs> ja, ik is, babbel echt graag met dat mensen. was wel ik... journalistiek vroeger was dus ja. dat je niet aankomt met de opinie die jij al hebt en dan alleen maar probeert een andere onderuit te halen die je dat niet vindt, maar dat je letterlijk met iemand praat omdat je te wilt horen. weten wat die je vindt voilà. En dat, ja. dat zou, ik, zou ik heel tof vinden, maar naast, naast de babbels ook wel samen iets meemaken of ondergaan ofzo hmm. um, ja het is wel spannend. Ja. En ook weer, ook weer over, over, over dezelfde onderwerpen waar je met die kinderen over praat. Nee. Of allerlei ik dingen. Ik denk dat dat, dat dat heel breed kan gaan. Gewoon dingen die mij bezighouden, bijvoorbeeld, al. Om, om dat eens af te toetsen. Als wat zijn weer... zoveel dingen die u bezighouden? Wat, wat ik meegemaakt heb, hè? Van een carrière die eigenlijk bijna 18 jaar geduurd heeft, als ik het management erbij tel, hé, 18 jaar lang, op één spoor, om dan om eigenlijk een ineens, ook, eigenlijk ook, om ja. dan ineens eigenlijk een ander leven te hebben. Ik heb echt, echt, echt een ander leven hé, nu. Ik heb een weekend. Ja. Dat is nog niet lang geleden <laughs> dat ik dat ben beginnen beseffen. Van. Ik hoor erbij. Ik denk op vrijdagavond, is weekend. Ik heb dat niet gekend. Word jij daar niet zot van soms? Nee. Of zit jij zo Ik ben dus nu zo echt in ding van, ho, ja. ik, kan, ik kan meedoen met, ja. met wat iedereen doet op vrijdagavond. En dat is uh, een aperitiefje drinken, en wat een beetje kokerellen. En we weten, zaterdag en zondag staan er zo wat dingen gepland, maar ik moet niet werken. Nee. Dat is heerlijk, met een man natuurlijk wel. Die, die ja. is heel veel aan het optreden. Maar ik heb echt een Want weekend gevoel. Dat dus... viel mij ook op dat je er juist. Hey, uh, het is Jean toch? Hey, dat ja, je dat spreekt, ja. he, Jean. Hey, zoals Gene Simmons. Okay. Want ik, eh, soms denk je, is het nu Gene Tommen? Jean. Maar het is gelukkig het is een Jean. Jean. Een alle, Jean, alle chance. Maar... <laughs> Ja, je, je, je liet zo vallen van hè, wat mijn man doet. Zo die dingen gelijk op zowel heel coole plekken als heel oncoole plekken gaan spelen. Hè? Zo dingen doen als braderijen, bij wijze van spreken, dit en dat. En dat zie je eigen echt niet doen. Nee. Hoe voelde hij zijn eigen erbij? Als hem, als hem, hij, is, hè, hij is zelf ook bekend. Die doet ook dingen. Maar jij bent bekender. Hè? Anders. Is dat, hè? is dat iets waar hij, waar hij soms mee, mee worstelt? Is dat iets wat je soms. Nee, dat is een crème van de vent en die gunt me alles. Dat is, ja. dat, is, dat is echt... Ik denk omgekeerd dat, dat de ik het soms... is mij al niet waar geweest. Nee, nee, maar... Ik denk dat ik dat soms wel zou gehad hebben in maar mij, zijn plaats. Ja, nee, ik maar dat. Ik, absoluut ook. Ja, maar dat meen ik. Maar ja. hij heeft dat helemaal niet. En weten we wat het wel is? Het grote verschil tussen mijn man en ik... Hij is echt... Um... Een artiest die zelf creëert, die echt ja. zelf zijn nummers maakt, um, die zelf aan de slag gaat met akkoorden, schema's en dan, dan andere dingen luistert. Je zit thuis met zijn gitaar te oefenen en te doen, dat heb ik nooit gehad. Dus mijn insteek is ook altijd al anders geweest. Ik wou optreden en zingen, maar niet mm -hmm. creëren. Ja. Dus um, ik denk dat dat iets bij hem is dat, dat zeker um, anders is. Hij is nooit jaloers geweest. Hij gunt mij alles. Hij heeft ook altijd alles aan de kant gezet zodat ik naar Nederland kon gaan optreden. Dat ik eigenlijk allez, alles kon doen wat ik maar wou. Hij had hier ook niet, zodat ik ontbreek, maar hij had ook, want die kinderen van de jaren negentig met Excession. Hmm. Toen had hij gigantisch wel gigantische succes, succes. Dus was... eigenlijk klopte dat wel. Hè? Die, had moment, die is nu terug. Ja, 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 maar, maar die heeft ja, ja, ja. zo'n moment ook zeker gehad. Hè? Die ja, en ja. nog... Maar het, daarom, niet. dat lijkt mij nog moeilijker dan dat je Je denkt... single ligt hier trouwens, ik ja? kwam hem juist vinden, met mijn vrouw... Party, nee, uh, boogie, man. boogie Man. Oh, boogie man. <laughs> <laughs> yes. Sabrina, je je single natuurlijk en je ligt hier ergens. Maar <laughs> ik kan hem... Ik Zalig. Ik, ik kwam, uh, Het is te veel, ik kan <laughs> hem niet vinden. Nu, pas op, mijn man heeft deze zomer 50 keer opgetreden. Dus dat is veel. Die dat werkt is heel veel. dat super is veel meer hard. dan ons, kan ik u en wel vertellen. Uiteindelijk ja. heeft hij dan gekozen naar session om, om het Nederlands te gaan zingen. Hij heeft voor haar uitgebracht. Ja. Um, dat is nu ook wel zo'n nummer dat bij iedereen is blijven hangen. Maar het is op dit moment als, als um, Nederlandstalige zanger gewoon. Zeer moeilijk om op radio gedraaid te worden, om je publiek bij u te houden. Om, Christel, het om... is kind moeilijk voor is... iedereen, neem ik in ja. de indruk. Er ja. zijn misschien een aantal mensen waar het gemakkelijker voor gaat, omdat dat momenteel iets is dat, dat hip is of dat aan het gebeuren ja. is of zo, maar voor al de rest, het en het moeilijk, dat is bijna ja? met iedereen dat je praat van de meest uiteenlopende mm -hmm. genres. ik dat jij nu zegt, oh, het Nederlandstalige lied, ja. Ja. Een metal rock band. Ja, Je wordt niet, word evident, niet gedraaid. Um, ik, ik heb zelfs iemand als Isolde Lazoen ja. die dingen horen zeggen. Als, ja, man, he, zo, als ik mijn single dan aan de man moet brengen, dan is dat echt moeilijk. Ja. Het is voor iedereen gewoon moeilijk. Hoe komt dat? Waarom, waarom hebben we niet een beetje meer de cultuur van, van onze artiesten te ondersteunen? Ik weet of hebben die dan... Ik denk dat het een nieuwigheid is. Het zijn de, mensen, de voorbeelden die genoemd worden gaan al lang mee. Ja. Ik bedoel, Nederlandstalig lied is... Kun je kunt ook zeggen... Het is nooit populair geweest als je naar iets als Bazaar ziet. Ja, dat is wel, hè. Nederlandstaliger waar, hè. kan niet. En dat is supergroot. Maar gaat dat binnen vijf jaar nog groot zijn? Ja. Voilà. Ja. Dat is... Uh, en supergroot... Als ik dat aan onze mama vraag, die kent die niet, Oké, okay, nee, maar dat is nu wel... Uh, dat is hey? in ieder geval, bij jonge, jonge mensen sport, leeft dat wel. Het is een sportpaleis, ja. dus ja, dat ja. is... Uh, ja, I know, ja, I know, ja. maar... Ik zie niet de in de kamer dat dat nog niet gedaan heeft, maar bij <laughs> mij is dat nog altijd groot. Hoe voelt dat? Uh, hoe voelt dat nou? Jo, Andries legt dat zit, Waarom heb je dat eigenlijk nog niet gedaan? Maar, uh, de Andries is trouwens uh, degene die uh, ik, uh, samen, nee hem maar, hij is muzikaal. Iemand dat uh, heel veel van de muziek schreef voor okay. Diablo. Omdat gaat er juist bezig worden over een creërende artiest. Ik zeg niet dat daar zo tussenin ligt. Ah, ja. Ik ben heel hard een performer en ik schrijf ook hè, lyrics en, mm -hmm. en zanglijnen, maar ik maak dat heel hard in combinatie met hem. Ja. Ik heb wel iemand anders nodig ja. die zegt, dat heb ik geschreven, wat gaan we ermee doen? Ja. Ik ben zelf niet zo Midspormer. op het gebied van muziek, vanuit mijn eigen zelden, ik denk dat er in heel de geschiedenis van een band één lied geweest is dat echt letterlijk ontstaan is vanuit een zanglijn dat ik had, ja. dat ik echt zeg, ik heb een nummer in mijn kop, dat is het, en nu gaan we ermee mee, proeven. Ja. Maar in heel veel gevallen heb ik de combinatie nodig. Ja. He, want je hebt van die mensen, gelijk hij zelf is dat ook, dat is echt een muzikant van beginnen spelen, zoeken, al eigenlijk een heel nummer in je kop hebben. Ja. Met een Terwijl... man die kan soms onder een douche staan en zeggen: Liefje, pak mijn telefonisch. En dan denk ik: huh? En dan moet ik op het knopje duwen, want dan heeft hij een idee en dan wil hij dat even oppakken. Maar heeft hij nog nooit. Je kan, kan bijna niet geloven dat hij niet op de plankje een volledige plaat voor u geschreven heeft. Nee. Echt niet? Nee. Als je dat zou vragen, zou hij dat toch doen? Ja. Die zou dat denk misschien... ik wel. Dat moet toch super tof zijn? Ja, maar. Wel, dat samen is iets dat wij niet delen. Zou, nee. dat, zou dat leuk zijn? Ik weet dat niet. Zou dat werken? Voor mij keer? zou dat niet werken. Nee, ik ben zo koppig ook. Dan zouden wij echt ruzie hebben, denk ik. Nee, dan, allee, dat zou wel lukken, maar... Mm, nee, het is er nog niet van gekomen, dus ik denk dat ik het ook niet moet voorstellen. Jullie hebben wel één nummer of zo gedaan. Hè? We hebben voor Radio 2 een ja. keer... Uh, ik wil van je houden gezongen. Dat was wel heel tof om te doen. Maar ik zie mij niet met mijn man gaan optreden. Ziet ons al vertrekken op vrijdag. Dag, kietjes. Wij gaan dan zingen. Mama en papa gaan zingen. Ja, Tot straks. Dat zou heel raar zijn. Hoewel, dat is misschien niet zo raar. Ik weet het niet. Je, natuurlijk, oh, het ik zal toch... trekken ja. Nicole en Hugo. Ja, voilà. Maar die zijn dan dat... maxen. Ja. Die zijn zalig. Erik en Sanne. Ja. Uh, Ellie en toen Ellie... werd het stil. Ellie en, <laughs> Ellie en Rickert. <laughs> Ellie en Rickert. Uh, wacht, wacht, we Ike, moeten nog iemand. Uh, Tina Fernandez. Ti Argentina. Tina. dat is uh, tot op share? een bepaald moment redelijk goed. Sorry, Cher. Oh, ja. share is de maxi. Ja. Jo Joko en John oh. Lennon, we gaan al terug naar de negatieve kant. Ja, maar Joko was eigenlijk niet heel. Hoe zeg je dat? Dat was. Denk niet dat hij, ik denk niet. niet dat hij om John moest leren hoe hij een song moest schrijven. Ik zal het zo zeggen. Ik denk, ik denk wat dat Sonny en Cher en, en Ike en Tina toch meer een ja, creërend een team waren. Was, uh, want Ike Turner. Ja, die, die, het is eigenlijk jammer van Ike Turner dat dat zo'n onwaarschijnlijke lul was. Want die mensen hebben wel gezorgd voor die bijna. Dat is toch ook een hele belangrijke geweest in de, aan, aan het begin van zowel rock en roll als zwarte soul. Dat is een, eigenlijk een hele belangrijke. En artiest uiteindelijk geweest. zijn dat ja. nummers die ook nog altijd wel ja dat is nog dat is nog altijd bij haar beste periode ja. denk ik. Ik bedoel die heeft wel in de Tant jaren tachtig ook coole dingen gedaan. Ik was ook een fan van ik al die er, er 80's hè uh, dat uh, Mad Max. Oh, another another super. don't need another is al die is al mee. Joh, fantastisch he? dat drama ook allemaal uh, Thunderdome. Oh my. Ik vond dat ook geweldig dat, ik weet ik weet nog dat dat uh, Hoewel dat hij nooit echt veel geacteerd heeft, want uiteindelijk heeft hij alleen maar dat Daar, gedaan, he? denk ja. ik, en dat was het. Maar wat een film, man. Echt, Als ze dan toch in een film moest zitten. Ook iemand dat nog altijd een hele goede performer is, Tina Turner. Maar ze het, doet nu het nu toch niet meer op? Veel minder, maar dat is nog ik niet zo die heel die lang in Gent geleden, gezien. denk ik. Ik heb die gezien ja. in Gent, de Max. Ja. Oh. Want dat blijkt ja. toch altijd terug te komen als jij praat over dingen die je muzikaal leuk vindt. Dat het toch, wat je net al zei, Whitney Houston. of je haalt nu Tina aan. Aretha Franklin. Aretha Franklin. Ja. Uh, Oh, hoe zeg je ja. dat? God rest her soul. Oh. Heb je dat filmpje gezien, dat die optreedt voor niet Obama? normaal. Dat is waar. Ja, ik ook. Ik ook nee, nee, maar juist hetzelfde. Ik kon dat ook niet. Dat is echt... Ik, ik daag iedereen ja, het nee. om dat te zien en niet te huilen tegen het einde. Onwaarschijnlijk. Het, het enige dat, dat ik, waar ik het moeilijk mee had met heel dat filmpje, was de overdreven reacties van Carol King. Waar ik zoiets van net van... Oh my god, oh. relax. Zo. Ja, 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 zo. ja. Je hebt het samengeschreven. we weten het. En ook het. vooral... Je stond niet op dat podium. Geef erna die moment. Allee, ik snap het wel, want het was allemaal grote liefde. Ja. Maar wat ik zo heel mooi vond, was Obama, die zo'n traantje wegpint als hij begint te zingen. Maar wat, wat mij vooral, hé, die komt dat podium op, die gaat die zitten. Gaat zitten. Hé, die, 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 die oudere ja. dame met die gigantisch ja. lange pelsen En die begint op die piano en die stem, die in te zien, en je denkt: oh my, my god. 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 Alleen zij kan dat. Ja. He, want je hebt Warwick en je hebt nog echt sterke stemmen. Aretha en was... vooral dat hij dat het oh. ook nog zo loose op tanden. Waar dat hij echt zo volledig ja. <laughs> nog even Wie laat zien: van, uh, ja, Wie dat, doet dat, dat kunnen na. mensen van in de twintig niet. Nee. En dat, was het, dat vond ik een van de mooiste dingen. He, wat, dat is ook een bepaald moment, heeft zegt zoiets van: Godverdomme, ik heb ook <laughs> nog seksappeal. Dus die jas gaat Ze laat je daar vallen oh. op de grond. En die krijgt een staande ovatie. Ja ook van de president van de Verenigde Staten en terecht. En, en dan had je echt zoiets van ja dat is royalty hè. Dat was echt royalty. Uber diva. Ja. Maar niet op en een zij kan dat. Maar niet op een diva manier zoals, zoals uh, modernere divas nee. waar, waar dat er heel veel hoe moeten we zeggen um, waar dat heel veel meer seksualiteit... naar buiten moet komen. Zij was dat gewoon puur met een soort waardigheid en stem ja, en, en, en op... power. Zij was um, heel pittig, hè? Die ja. kon echt wel heel pittige antwoorden geven. En niet zo het brave. Uh Zwarte zangeres, zeg maar zeg. Allee, ja, alles, dat klinkt alles nu wel behalve. heel ja, ja. fout als ik het zo zeg, maar, nee, nee, maar wat ik is bedoel. Wat je ja ja, absoluut. Het was dat meer is meer dan die zangeres Wat, wat Diana Ross in het begin heel oh, hard was he. omdat die hij heel hard zo ja, dat was eigenlijk een ik bedoel de Supremes waren ook. <hijen> oh. Ja, ja. <hijen> Doe je dat veel thuis, dat <hijen> ja. soort liedjes zingen. Ja absoluut. He. Ik dacht dat wel. Ja. Ik zit gevoel. daar loeihard op ja. en ik, ik ga helemaal los. Ik ben zo beginnen zingen. Ik, ik had thuis een ja. cassette een dubbele cassette. Dus ja, ja. je kon op de... Ik, ik nam dat dan op van een top 30, wat was het allemaal? Mijn cassette klaar elke week en dan ging ik mijn cassette opzetten. Ik zong mee en met het andere nam ik op. En dan ging ik luisteren. Was het goed of was het slecht? Oh, dat ga je echt je eigen mee meezingen ah, en denken ja. wat trek je? Op wat trek je? Dan is het... Is het iets? Maar als ik zeg dat je perfectionist is, dan begin je toch zo een klein beetje bescheiden te doen dat het wel meevalt. Dan gaat je dat <laughs> toch eigenlijk van in het begin al. Oh, ik denk dat ik altijd gewoon een doel voor ogen heb. Kijk, ik zal iets zeggen dat mijn vrouw gezegd heeft tegen mij toen wij naar jullie zijn komen kijken in het Sportpaleis. Ja. Die zei, Christel is de beste zangeres van de drie. Merci. En ik zeg niet, dat is niet omdat jij hier zit en dat ik dat wil zeggen... En ik zeg, oké, okay, cool. Ik zeg, wat, wat, wat ik altijd leuk vond, was de combinatie van mm -hmm. jullie stemmen. Omdat Karen heet dat Hees. Ja, He, die mooi. is zo'n Heese stem, waardoor dat je denkt, dat klopt als je dat alle drie ja. tezamen hoort. Maar wat wel is, is live zing gij het meest foutloos. Jij zit het meest toonvast en juist. Heet dat te maken met het feit dat je dat zoveel gehoefend hebt als kind? Zijn jij daar heel veel mee bezig geweest? Ik ben daar heel veel mee bezig, maar ik wil dat toch wel nuanceren, want als er één van de drie, of van de vier, zou ik zeggen, uh, het meest juist zingt in de studio, is het Karen. Is dat? Karen, ja, uh, als we inzingen, of gingen inzingen, bij, bij Mik wel in de studio, was zij ook degene die eigenlijk als eerste de refreinen ging inzingen, omdat zij qua timing en qua justesse eigenlijk uh, een flyer heeft, waardoor ze er op zit. Maar oh ja. Karen, haar stem, is in de hoogte minder sterk, ja. waardoor dat zij nadat ze drie keer daar ook een hoog refrein heeft ingezongen, moet stoppen. Ja. Ik moet eerst drie keer het zingen. Ik ben een diesel die op gang komt en ja. ik wil dat het just, en moet, Ik interpreteer het na de tiende keer pas hoe dat ik het wil. Ah ja. Weet wel, ik heb meer tijd nodig en ik ben minder snel tevreden ja. of zo. Ja. Pas op, Kaarn heeft gewoon de luxe dat ze. Ja, een bonker zingt. Alleen, haar stem is voor K3-nummers altijd... Dat is altijd een uitdaging voor haar geweest. Omdat ja. dat binnen haar testituur eigenlijk hoog is. Ja, dat hoort al naar solo-nummers. Ja. Ja. Dat, die, dat die eigenlijk een pak lager zingt Ja, zeker. Maar dat was ook, dat, ik, ik merkte dat ook live. Hè? Dat ze... dat, je, en dat, allez, dat was geen, zonder kritiek. Hè? Dat ging gewoon ja. puur over stemkleur en over wat dat ze doet. Ik denk, ja, ik kan me voorstellen dat die noten, hè, dat dat haar zo huh, alles bij je inknijpen ja. is voor het eruit te krijgen. Ja. Ja. Terwijl bij u was dat niet, vond ik. Nee, Dan, dat mee. ging zo, en dat is alsof het niks is. Zo lijkt het, hè. Wat ik ook goed genoeg weet, ja, de, als zelf een zanger te zijn... Mm -hmm. Dat mensen kunnen zeggen, ah, maar jongen, trek het eruit. En zo. Nou, ik dacht, Amai, ik was, Moest uh, weten, ik he? was het leste bij je aan het knijpen voor dat eruit te krijgen. He, zo. Ja. Terwijl ik in mijn kop aan het luisteren was van: Goh, nou niet vals. Want je zei, hé, zo. Lust naar, doe niet. Dus, dus het is, ja, ik, ik vind het leuk om te horen dat jij toch ook als, als jonge persoon al dat soort dingen deed. Met je cassettes. En Absoluut. We hadden thuis zo'n ding, mijn, mijn zus had dat gekregen voor haar. Uh, um, voor haar kerstmis en dat was zo'n soort uh, box, zo'n soort uh, ja, zo met een cassette erin zo zo de, de, een typische stereo de ja, glas ja nee nee het was echt een, het was echt een grote box hè, zo, zo een een versterker een Marshall versterker maar, maar dan met een, een cassettespeler erin ah jawel, maar ik weet, zo, op school wat en dan konden we kon ook... meezingen hè, want kon, dat was bijna zo'n soort hè, uh, uh, ja. Avant la lettre karaoke ja. machine heerlijk Waar ik ook al mijn geluidjes op heb geoefend als kind door de basso te laten zitten of met oh. treble te beginnen spelen en dan zo met dat een de micro ik niet, zo. dingen te doen ja wij waren stinkend raak nee dat is totaal Waar. Maar wij waren wel, ik was een redelijk verwend kind wel, ja? Dus, um, dus ja, het is, het is wel grappig dat, dat, dat je dat allemaal wel gedaan hebt, zo, zo die soort... Dat zit er van, uh, van kind af in, ja. dat moest eruit. Ja, mijn dochter doet dat nu met musicals en ja. met dat, want Die, die creëren ook, ook op hun eigen manier. Die is ook redelijk muzikaal, die speelt ook piano, Allee, die zijn aan het leren. En noten leren, dat soort dingen, omdat mijn vrouw is muzikant. Mm -hmm. Die is eigenlijk uh, dat is een, uh, een dwarsfluitiste. Die is, uh, die is uh, oh, ja. conservatorium mee gedaan. Maar die heeft er eigenlijk daarna een tijd les in gegeven. En, dat moet die, die, en zo, nu? die doet hij dat niet meer. Nee. Zo, hè? Ja, ik denk dat soms ook. En aan de andere kant is hij altijd van ja, dat was vooral mijn vader zijn droom. En minder die van mij. Maar tegelijkertijd is ja. ze dan weer aan de andere kant, dat ze denkt: ah, oh, ik zou toch iets meer muziek moeten doen Nog zo, Misschien dus, komt het nog. Ja, dat denk ik ook van als het er bij mij nog uit moet, zal het ook wel komen. Er zal wel iets op mijn pad komen. Allee, uiteindelijk, hebt geen glazen bolle. Ge je weet niet waar nee. je volgend jaar mee bezig gaat zijn, dus echt nooit nooit. En zo ja. acteren in musical, want hebben jullie toch met K3 hebben jullie mm -hmm. dat allemaal gedaan. Hè? eigenlijk kon jij, wel, heb jij alles wel eens een keer geprobeerd ja, of dat, kunnen proberen. Dat vond ik het tof aan K3. We hebben. We hebben uh, het lijkt alsof we heel lang hetzelfde gedaan hebben, terwijl ik het gevoel heb dat we heel veel keren opnieuw uitgedacht zijn om iets te leren. En na de gewone optreden, zou ik maar zeggen, was er ineens die musical Doornroosje. Mm. En ik weet nog dat Kathleen het meeste tekst had, omdat ze dacht, komt dat wel goed met die twee anderen? Echt waar. Oh, meen <laughs> je ja, Want Kathleen die had al meegedaan aan de musical sneeuw, weet je. Die had mogen kussen met de prins toen Sanne niet wou kussen. Ik weet niet wat je dat Ja, dat herinner ik uh, mij nog. Ja, dus amaij, Kathleen oh, die, die wou kussen. Never forget. Ja, yeah, inderdaad. De rel. En daarom in de eerste musical had Kathleen het meeste tekst. Voor de zekerheid. Dus dat hebben we geleerd. En dan um, onze eerste film... En dan een serie. Die serie. En dan... Ja, die serie ook, hè. Hallo K3, Hallo, K3 met K3. Jacques in en... Topper, hè, die jo, die, resten, die komt ook nog naar de podcast. Oh, maar dat is een zalige vind. Ja. ja absoluut. Ik heb ja. die serie nooit gezien, maar ik heb wel een aantal ja. mensen gehoord dat daar serieus wat dubbele bodems op is. Dat dus er, ik... dat een heel rare reeks is. Maar je goed bedoelt, ja. hè, dat dat zo... Weet je wat dat is? Hè? Dat is iets waar je als... Uh, wat, wat ik heel leuk vond aan uh, het overgang, de overgang van de... Uh, van dingen als, als Dora en dat soort dingen, eh? en Diego ja. en al die dingen, naar K3. Oh, Was dat er zo ook eens dingen... Ja, oh man, Diego... Ja, je wordt er zat van. Ik had op een bepaald moment een plan gehad dat gesprongen is in mijn Nu kop. moet het af. Toen, ja, dat werd ik echt Als ik nog één enthousiast roepend kinderstemmige hoor, dan blaas ik mijn huis op. Zo, ik kom daar niet meer aan. En dan was ik eigenlijk keihard blij dat we, dat we gegaan waren naar, naar het, uh, het, het K3-tijdperk. Waarin dat die nog dingen begon te kijken. Als, ah, eh, hallo K3, ja. wat, wat, wat dan? Eh, want toen was het ook Studio 100 TV, TV. dat er nog nog dikwijls. En ik zat er toen naar te kijken. En dat was zoiets waar ik naar, met mijn dochter mee ik naar nog kon mee kijken. kijken nee. ja, zo, ja, dat is dat een beetje gelijk like Ghost Rockers, waar jij we zoeken in Zat. Daar was ze ook, ja. uh, ook heel hard fan van, uh, ja, van mijn dochterke. En dat was ook zoiets dat ik denk: oh ja, dat is zo'n een fame-achtige soap op een, op een muziekacademie. Ja. En, en je hebt zo'n gevoel, <laughs> ik was al keihard blij dat ik denk: oh, ik zit hier niet te luisteren naar. En hey, wat vonden jullie het Echt? leukste vandaag? Of zo, op Nickelodeon, ja. al die, die Disney-toestanden die zo gedubt worden. Ja, oh. ja, ja, verschrikkelijk. Zet ja. dat af, zet dat af, zet ja. dat af. Dus dan was oh. ik eigenlijk al, al, al blij. Er zijn ook zo'n aantal dingen die, die, mij zo, die mij zo... Dat ik mij nog herinner. Dat was zo die musical van Alice in Wonderland dat jullie ah, ja. hadden. Hey, waarin jullie zo in de cinema zitten en hè, dus dat moment, dat vond ik altijd een cool moment. Omdat ik dat een leuke choreografie vond. Ik ben hier door de maan aan het vallen. Sorry, maar dat jullie allemaal aan het wandelen zijn. Ah, ja. Jullie zijn eigenlijk Die. ter plekke aan, aan, ja. aan het wandelen. Ik weet ja. niet meer wat het liedje was, want dat zing ik weer vergeten. Want dat vond ik een goed nummer trouwens. Een film. Ja, zoiets. Uh, en dan komen allemaal posters erbij, van dingen zijn gezet daar. En dan weet ik nog dat, dat Amy, uh, want ik heb dat ook 300 keer gezien, want, want dan moest dat ook weer terug of zo. En dan zei Amy ook zo: Ja, dat vind jij het leukste stuk, hè, papa? Want dan wist ze ook dat ik al gezegd had: Oh, ik vind het tof als hij zo aan het wand was. En je ze dat ooit geprobeerd? Die... Nee, ze, dat is zot. Nee, jawel, maar dat is <laughs> jammer, jammerlijk gefaald voor de spiegel. <laughs> de Moonwalk kan ik nog wel, dat heb ik, dat heb ik gekund. Oh, ik weet nog: er was een scène dat, dat we eigenlijk met onze rug naar het publiek. Um, Cinema zaten te kijken en dan was zo een, een rijdend decorstuk dat opkwam en ineens zit de Gert daar tussen. Tussen uh, al de, uh, uh, de uh, uh, andere uh, uh, mensen zat Gert zo ons, zo hey, Christelie. En dat moeten ze zo serieus doen en zo niet in de lach schieten. Uh, uh, lachen, hè? Ja, die Gert toch, die gekkerd. Het is een deugeniet. Uh, Het is een deugeniet. En hoe was uw relatie daarmee? Was dat een coole vindt? Ja. Is dat iemand waar dat je. Want deed hij dan eigenlijk vooral het management van jullie? Was hij degene die dat dan op zich nam wanneer dat jullie bij Studio 100 kwamen? Of? Wij waren hem er te managen. Nee, dat was al om <laughs> <Dat was omzeep. laughs> um, ja, ja, ik denk dat Gert zeker in, in beginjaren zo. ...heel hard alles mee uitgestippeld heeft en heel ja. hard opgevolgd. Nadien is dat wat minder geworden, omdat ook binnen Studio 100 er allee, andere mensen zijn komen werken... Mm -hmm. ...die die taak voor een stuk van hem overnamen. Maar uiteindelijk is hij wel altijd diegene geweest die de eindbeslissingen nam. Ja. Ja, en die ook heel, allee, heel gedreven altijd um, onze shows bleef regisseren... Ja. ...mee de playlist te maken, de scenario's schrijven, dus... Allee. Want ik, ik, ja. Dat is een vraag die ik altijd heb willen stellen. En dat is, uh, eh, wederom, je moet zeker geen cijfers, getallen of bedragen noemen. Daar gaat dat niet over. Maar jullie zijn, jullie zijn eigenlijk begonnen eh, met, een, met een, uh, een, een management van Niels William. Dan zijn jullie ja. overgestapt naar... Eh, er, er zullen waarschijnlijk deals getekend zijn. Hebben jullie daar iets aan verdiend? Was dat goed voor jullie? De overstap? Ja, het, gewoon het, het feit dat... Ik zal zo zeggen, ik kan me voorstellen... Dat de, 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 uh, de nieuwe K3's, dat dat eigenlijk meisjes zijn die uh, werken voor Studio 100? Dat kan Was ik dat? niet w zeggen. Ah, okay, ja, maar dat... Ik kan wel over mezelf praten. Ja, ik kan, ik kan wel vooral babbeld zeggen... over uzelf. We zullen dat doen. Ik mag geen andere <laughs> nou, rekening nou, dat niet ga maken. Je toch nee, dat snap ik. Ik snap wat je wilt zeggen. Maar je, je, ik zal zo zeggen. Mijn, het, het, ik denk dat het idee van heel veel mensen, of misschien alleen van mij, is ja die drie originele... Dat zal een andere deal geweest zijn, want die hadden het product, zal ik maar zeggen. En die zeggen: hey, Als je dat wilt, maar dan, is er, hè, dan, is, dan hebben wij zoveel daarvan nog zelf in handen. Terwijl als je verder gaat, zouden meer zeggen dat zijn gewoon werknemers, dan dat dat mensen zijn die dat hetzelfde zijn als wij jullie waren. We zijn eigenlijk begonnen aan K3 als um, zelfstandigen. Ja. Dus we waren niet in loondienst bij William. Dus wij zijn altijd als zelfstandigen. Um, Geëngageerd geweest om, om uh, die verbintenis na te komen. En we zijn eigenlijk geleidelijk aan mee Weet wel, in het begin uh, gingen wij optreden voor een basisbedrag. Uh, dan kwam er uh, uh, allee, kwamen er andere. Uh, Merchandising kwam erbij of ja. er kwam een film bij. Dus er werden altijd opnieuw met ons afspraken gemaakt: van kijk, en een opnamedag of de rechten. Of. Dus we hebben eigenlijk altijd als zelfstandige uh, een contract gemaakt met ja. Studio 100. Maar je hebt toch altijd een, een, een behoorlijke controle gehad over hoe dat, dat zat? Dus dat niet dat er gewoon tegen u gezegd werd: sorry, jullie, zijn, jullie moeten gewoon. Nee. We komen op, draven, het dat hele doen toffe is dat wij ook um, dat wij altijd zeer goed geïnformeerd geweest zijn. Wij zijn altijd op de hoogte gehouden van uh, de, de omzet. Of de, bijvoorbeeld als je een productie ergens neerzet en je zult dat ook wel al weten, als mm -hmm. je een Sportpaleis uh, een show daar neerzet, dan kost dat heel veel geld. Uh, ja, ja. Heel die productie je komt wij, daaraan. Iets wat veel mensen altijd denken: oh, als je een Sportpaleis staat, dat is spoon pakken yeah. tot en met terwijl dat ik denk: een cultureel centrum dat... verdient een pak beter. Dat is anders, ja. Hè? absoluut. Dus ja. we zijn altijd heel goed op de hoogte gegaan en we hebben altijd heel fijne afspraken gemaakt. Ik heb dikwijls gedacht van, als de Gert hier nu voor mij zit, zou ik dan durven zeggen van, oh Gert, ik wil toch een beetje meer verdienen. Ja. En dat heeft me altijd geholpen om zo, um, ja, gewoon blij te zijn en ook niet, ik, ik zeg het donders dat de kan is aangebrand. Mm -hmm. als, je, als je afspraken maakt, moet je eigenlijk met twee naar buiten kunnen gaan en een goed gevoel hebben. Vanaf dat daar één iemand zich niet goed bij voelt, dan blijft dat niet duren. Nee, absoluut. Dus we hebben ja, dat 16 is... jaar op een heel fijne manier altijd kunnen bespreekbaar ja. houden en we zijn, ik zeg het, ook een film opnemen. Als je dan ziet hoeveel ticketjes dat er verkocht worden, dan gaan die cijfertjes ook wel eens dansen in nieuwe kop. Maar door ons te informeren over, ja, oké, okay, dus per opnamedag kost dat ongeveer zo veel en ik vond dat heel fijn dat ze daar heel open in geweest zijn. Waardoor dat ik altijd blij geweest ben met wat ik verdiende. Ja. ja, alright. Dat is heel cool. Dat is ja. leuk om te horen, omdat je kan me goed voorstellen dat hè, je, hebt, je, je hebt altijd zo, als je, zeker als je iets hebt dat zo succesvol is als dat mm. jullie waren, dan hebben heel veel mensen er ook een idee over. Hè. Dan wordt er direct gezegd, oh... Het zijn gewoon drie poppetjes die er maar bij moet komen staan. En voor de rest is dat allemaal daar dat of daar. Of aan een andere kant. Dan van die vrouwen. Nee nee nee. Die, dat zijn gewichtste zakenvrouwen. Ja. En, die zijn... en je krijgt altijd zo van die onwaarschijnlijke ja. ideeën over iets. Die meestal hè, de waarheid zal wel ergens in het midden gelegen hebben. In de zin van je hebt zowel dingen gedaan. omdat je voor een, voor een bedrijf werkt. Mm -hmm. Als dat je dingen doet dat je zelf in handen hebt. Dus het is leuk ja. om te zien dat je eigenlijk doorheen heel het proces. Hebben jullie wel heel veel inzicht gehad in wat dat er allemaal gebeurt? is? Je hebt er wel... We hebben altijd inzagen Inzagen, ja. ja. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Ja, ik snap het. Ja, ik dacht, dacht wel dat je het snapte. Ja, nog. en ik denk dat dat, dat, dat ook de truc is. Het is mooi dat je mij verbetert. Dat, dat sloeg echt op niks. Inzicht, bestond dat eigenlijk ook? He, de, is dat een dat woord? Dat, er, dat is geen woord. Tien voor taal, komaan. Uh, Christel, ik wil <laughs> ik eens weten of dat dat een, dat een woord is. is. Zoek het op inzicht. Is je dat zeg, een woord? Je zeg hebben in iets of inzagen hebben in okay, iets. Oké, kijk goed. Dank u, ja, dank, u, dank u, juf Christel. Ik doe nu alsof ik dat weet. Uh, inzicht. Oh, kijk eens aan. Het bestaat. Niet ge, als, oh, als trefwoord met bij niet gevonden. Sorry, nee, het bestaat niet. Ik heb een woord uitgevonden. Inzicht. Profies, gat. Ja, goed hè. Mooi woord hè. Wat betekent het, Geen idee van. Heeft veel te maken met inzagen, maar. Inzicht. Inzicht. Dat is een verkorting voor inzagen. Jullie hebben... Uh, dat is ook zoiets dat ik me altijd afvroeg. Jullie hebben um, waanzinnige fans, heb ik al gemerkt. Hè? Het woord dat ik zelf niet graag gebruik, maar ik kon toch even doen. Toen wij aankondigden dat jij hier kwam zitten, uh -huh. hebben wij echt letterlijk mails gehad van mensen dat zeiden, wij willen daarbij zijn. Is echt? Kunnen wij hier komen zitten? Is dit? echt? Ik had maar een stoel hier, dus... Ja, ja. ja dus het, was, het is echt letterlijk... Um, ik voelde dat ook heel hard toen wij uh, samen zaten te signeren. Jij hebt mensen die je volgen. Hè? Ja. Ja, 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 ja. Er zijn echt, er is zo. De oudere fans noem ik ze. Okay. Dat mag ik wel fans zeggen. Want oh, ze waren nog klein toen ze ja, he, ja, ja, ja. Uh, naar alle optredens zijn beginnen komen. Dat is zijn, zijn een, een clubje van, ik denk ik, 30, 40. En ik ben die heel dankbaar. En waarom? Zij waren diegenen die zeiden van. Naar het einde toe willen wij uh, een optreden voor de volwassen fans. Ja. Dus de staande shows in de Lotto Arena die zijn er eigenlijk gekomen op hun vraag, omdat ze zo bleven aandringen, hebben wij eigenlijk uh, alle stoelen weggenomen. Ja. Een, denk ik denk een stuk of drie shows, dat dus de fans, het publiek, Kom allemaal rechts, allemaal die recht, Dat, dat ja. was absurd. Ja. Dat is zo'n groot ja, want verschil. Dat, want dat is ook zo raar, wat voor een cirkel dat jullie gemokt hebben uiteindelijk. Hè? Als je voelt je ze, ze begonnen als een soort. Um, hey, uh, Vlaamse, nee, Vlaamse <laughs> Spice Girls. Okay. Hè? Dan, ze de eigenlijk, um, dan was er ook duidelijk geworden: van, nee, het zijn vooral de kindjes uh, waar uh. je op moet mikken. Gegonnen de kindjes, die kindjes worden groot. Groter. En uiteindelijk worden jullie toch die Spice Girls. In hun toch, hoofd. Uiteindelijk toch wel. Ja, ja want, die blijven echt. Uh... Want dat viel mij ook heel hard op met die show in Sportpaleis. Nou ja, dat is gewoon weer mega fout klinken, maar ik stond daar en ik dacht, Ja, hier hebben we de Papa Zoekie dan. <laughs> Zo. Nee, nee, want, eh, ik meen het, hè. dat is gewoon, je zit er nog te zien en je denkt, oh, dat ziet er nog k goed en dat is allemaal. Wat en nee, je voelt merci. ook dat die liedjes, naarmate dat, dat jullie langer bestonden, zeker ook. Hè, ik heb vooral de neo cd ja. bijvoorbeeld als, als referentie. Ja. Maar zodat een liedje als Belme, dat ik bedoelde, ja, daar dat zit, had, had een volwassene een hoek. Dat lied klonk minder als een. Jullie hebben veel liedjes gehad die gaandeweg, hoe langer dat jullie bestonden, minder op kinderliedjes begonnen te lijken. Die, er stonden er altijd wel op. Zo ja, op niet... elke CD stonden er zo'n paar tussen dat we wisten van... dat is zo voor de, de, ja. de, de ouders ook gewoon fijn om te luisteren. Ja, Dat, dat gewoon niet, niet de hits zijn, nee. maar dat gewoon nee. wel een nummer zijn voilà. waar je van zegt: oh tof. Dat ja, ik snap zo... niet, ja. want ik vind deze, deze leuk. Ja. ja, het stond ook. Goh, Vond je dat de nummers? leukste om te doen? Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. We hebben een nummer, Meneer de President, uh, dat erover gaat van... Uh, Geen enkele god is een oorlog waard. En Meneer de President, gooi nu je liefdesbom. En dat, dat is nog altijd <laughs> een van mijn favorieten. Omdat ik vind dat een keigoed nummer. Als je dat, dat nu zegt in de naam van Trump, dan zie ja. ik weer totaal andere dingen. No, daar ik, hadden we het nog niet over I toen. just threw my love bomb on my wife's chest. <laughs> hey, zo dat, dat klinkt... <laughs> It was the best love bomb ever. We work with great people. Maar oh. het lijkt me... Um, want dat is ook wel iets dat je van K3 kunt zeggen, uiteindelijk. Hè? Dus, dus, de, de, ik zal zo zeggen, ik, ik ben ook zeker een van de mensen dat dat vroeger gedaan heeft. Hè? Dus ik kon er ook voor uitkomen. Ik was ook iemand dat zei, Oh, man, al die inhoudsloze roemel en dit en dat en zo. En zo. Maar dat is eigenlijk niet waar. En het grappigste daaraan is, dat, hoe meer dat ik van die dingen zag, en wederom, Karen heeft dat echt voorspeld, en ik heb het, er toe, ik heb het ook toegegeven aan haar, van ja, gaat maar te pakken. Ja. Gaat, je, je hebt het voorspeld en het is echt uitgekomen. Maar je kijkt naar zo van die dingen, je ziet bijvoorbeeld hè, de, de meisjes van de brandweer. Leve de meiden van de brandweer, je ziet jullie bezig en je denkt, alright, cool, deze is, is uh, ook al zeggen: hé, hey, Brentweer is ook cool. Zijn, hè? Ja. Van Afrika tot in Amerika is er verdraagzaamheid. Vertuig, ja. De dingen dat je zegt over, over de liefdesbom, al die dingen. Jullie hadden eigenlijk altijd sociale thema's. Hè? Je hebt daar op een ja. hele. Nou, die alleen van de putten zijn grote verdiensten ook. Ze. Die, ja. heeft er altijd, die is erin geslaagd om daar een laagje erin te zetten zonder dat het um, te hard. Moest opvallen of zo. Ja. Um, dat is een hele slimme mens. Ik vind, ik vind dat hij zo'n straffe teksten geschreven heeft en het klinkt soms zo makkelijk, maar als je er eens in detail op gaat letten, wat dat, ook niet bij elk nummer, maar bij sommige nummers, waar hij eigenlijk verkondigt, is dat toch wel uh, heel schoon. Ja. ja. Ja, dat is cool, dat je, ja. dat, dat je toch voelt uiteindelijk... Ja, voor, voor, voor iets als wat je zelf nu net zei, ja, kleuterpop... Ja, dat zat er zei wel, het zet, in het begin, o, o. ...zat er wel veel meer in, uiteindelijk. Ja. En soms is het ook, hè, wat, ik, wat ik vaak zelf ook um, heb gemerkt, als het gaat bijvoorbeeld over, over comedy, of omdat je een comedian bent, als het humor is, be, beschouwen ze het ook vaak als iets een beetje meer... Ja, het is wat entertainment. Ja. Zo dat je heel dikwijls voelt van... Nu is dat wel veranderd doorheen de jaren, omdat comedians toch ook meer gezien ja, worden maar... als sociale critici en dat soort dingen. Maar ik herinner me nog heel goed, toen ik begon, dat ze ook zoiets hadden van... Ja, als je, als je inhoud wilt, dan ga nog naar serieuze artiesten. En als je wat van die onzin wilt, dan ga nog naar een komiek kijken. Ah, hè? Terwijl dat... De combinatie dat... perfect mogelijk is. Hè? En de combinatie werkt vaak het beste. Want dat is nog het moeilijkste van allemaal. Hè? Ik bedoel, gewichtig doen is mm -hmm. eigenlijk niet zo moeilijk. Maar de mensen blijven entertainen of ook. Terwijl ontspannen. dat iets te zeggen is. Ja. Als je nu kijkt naar wat Filip gedaan heeft met taboe, ja. daarin vind ik je dat ook heel schoon. Ja, eigenlijk op, op, een, op zijn manier babbelen met mensen en ja. dan daarnaast in zijn zaalshow <coughs>, dingen waar je niet mee mocht lachen, ja. iedereen doen lachen. Ja. En vooral ook de mensen waar het eigenlijk over heeft, hè? want dat waren mm -hmm. degenen die dan ook nog eens in het publiek zaten. Want <coughs> ja. ik heb dat ook nooit gesnapt waarom dat, dat zo moeilijk was om te lachen met mensen met een beperking of zo, bijvoorbeeld. Want als die bij mij in de zaal zitten en ik zie die zitten, ik pik die er ook uit. En ik heb dat ook altijd gedaan. En sommige mensen vind, nemen er dan aanstoot aan en dan zeg ja. ik: Wat moet ik doen? Doen alsof dat die niet bestaan. Nee, voilà. Zo, gewoon doen alsof die het niet waard zijn om een grap over te maken, mag jij wel. Want waar, ik moet er alleen maar medelijden mee hebben. Nee. Of, no, die nee. zitten daar toch? Zwaar. Dus dat zijn Zwaar van die dingen die ik denk. Gewoon <coughs> ja. Ik was nog over uw, uh, over uw fans bezig, hè, omdat ah, je ja, vertelde ja. van die. Jullie ja. hebben wel. Je hebt ge heel fanatieke fans, hè? Mensen die mega zot fans zijn van. Ik doe ook al zo van die fans gehad waar je van dacht, oh god, een die weer. Nee hoor. Nee. <laughs> Nee, dat mogen we niet zeggen. Je moet ze nu niet bij naam gaan noemen, maar ik kan me nou wel voorstellen dat je zo'n gasten hebt waar je van denkt: oh my god. Het valt mee. Het valt echt heel goed mee. Uiteindelijk zijn, uh, zijn de mensen die, die naar de optredens komen kijken altijd wel uh, enthousiast, sowieso. En er zitten geen freaks bij ofzo. Het is niet dat nee. we achtervolgd worden of, of dat we een onveilig gevoel hebben. of... Maar er zijn sommige dagen dat je daar gemakkelijker tegen kunt dan anders. Als je mm -hmm. negen shows gedaan hebt en je wilt gewoon naar huis en daar staan twintig fans, dan stopt je. En dan heb je soms een half uur de tijd en soms denk je, oh, ja. ik ben weg. Maar waar dat tof is, omdat je uiteindelijk daar ook een relatie mee opbouwt, kun je dat nu ook gewoon zeggen. Van mannen, de volgende keer, maar nu ga ik naar huis. Ja. Dus, ik uh, vond dat heel cool aan u toen ik heb die dat programma superfans en dat is zo die, die, die moeder en die dochter Anita. Hè, ja. maar ik, me, ik heb me grandioos druk gemaakt in dat programma omdat ik al um, ik vond dat bijvoorbeeld al ik, ik kende hè, de, iemand die daar mee bij de productie zat of die daar iets mee te maken had en ik heb dat gesprek er ooit mee gehad en dat ik heb gezegd dat van ja wat ik Ongelooflijk erg vond. We dat dan die dochter ga kijken naar jullie show en die mama zit buiten en ik zei: geef die toch een, een kaartje. Hoe is dat nu mogelijk? Ja. ja, maar dat is beter een TV. Ik denk: ja, maar Zena is een betere mens in plaats van een betere TV-maker. Lot die nu gewoon binnen. Ja, dan brak mijn hart. Echt. Mm -hmm. Ik zat daar echt en ik dacht: allei man, die zijn alle twee keihard van. En hem, die dochter moet dat dan alleen gewoon beleven. Die komt dan buiten en die moet dan tegen die mama zeggen, hé hey mama, het was, dat was goed. mooi. En dan denk ik, ja, dat kan ik soms nog zo... Misschien hadden wij ook die denk. ook gewoon kunnen binnenlaten. Ja, dat hadden we misschien ook kunnen doen, ja. ja. Heb je dat gevoel niet, dat je denkt... He, Achteraf nu. Ja. Maar wat ik wel wou zeggen daarvan, voor alleen dat je... Hè, want, ja, ik weet het niet. Sorry, zeg maar eerst nee, wat nee, jij nee, wou nee. zeggen. Achteraf... Achteraf beleven dingen gewoon anders. Mm. Ik vind echt op het moment dat je in bepaalde situaties zit, beseft je ook niet wat dat er rondom gebeurt. Ja. Zijn alleen ja. met je eigen bezig, ja. om het lelijk te zeggen. Nee, dat is waar. Ja, ja dat is dikwijls dat er zo van die momenten zijn dat ik denk: oh, als ik hier even bij stilgestaan, had, wat ja. de bigger picture was, voilà. dan had ik dat niet gedaan, ja. of niet gezegd. Ja. En, ja. En, maar ja. ik vond u wel heel goed op dat moment, want dat wou ik even zeggen. Dat was het, het moment dat jij dat, dat die. Hè, dat die naar u toe kwamen en zeggen van... Ja, hé, wij zijn vriendinnen en zo. En dit en dat. En dat jij dan zei van... Ja, met mijn vriendinnen ga ik thuis en ga ik op de koffie. En wij zijn niet... Hé, dat is niet ja. hetzelfde. Jij hebt op, op zo'n heel... Hoe zeg je dat? Subtiel, mooie manier duidelijk gemaakt. Er is wel een grens aan wie dat wij zijn. Ja, je mocht geen verwachtingen creëren. Wat ik altijd heel moeilijk gevonden heb. Met zo van die... Hé, ik heb ook zo'n paar van die fans, mm -hmm. die, die mij al, al heel lang volgen, en ja. er zijn er een aantal, er zijn er heel veel, de meesten zijn supercool, Die kennen mij, ik ken hun, dat is allemaal, hey, je hebt een babbel, voilà. je hebt dat, en dat is het. Maar je hebt er sommigen die zo inderdaad zo de grens niet heel goed aanvoelen, van waar... Ik heb ooit iemand gehad die naar mijn kinderen op kamp een brief gestuurd heeft. Ja. Uh, een fan van mij. Ja. En dat vond ik rover. Ja, en dat ja. heb ik ook gezegd van, dat, dat pik ik niet. Nee. Mijn gezin en mijn kinderen zoekten niet op, nee. dat deden niet. En uiteindelijk is dat dan ook niet meer gebeurd. Ik denk dat de kunst is van een grens te stellen en, en, en duidelijk te zijn in, ik heb mijn leven en ik ben graag samen bij u op momenten dat ik aan het optreden ben of tv maak, of, maar daar stopt het ook. Ja. Ik denk dat het heel moeilijk is om echt een vriendschap op te bouwen met iemand die elk optreden komt kijken ja dat is ook, je, je vertrekt ook vanuit zo'n onwaarschijnlijke ongelijkheid hoe raar dat dat ook lekt die, he, veel van die mensen die plaatsen nu op een plek waar dat jij zelf ook niet vindt dat jij staat ja, ja. He, alleen niet, niet noodzakelijk om dan vals bescheiden te gaan doen hmm. of zo daar gaat dat niet over maar het gaat meer over het feit dat ik dan denk ja maar alleen sommige mensen dat klinkt zo fout dat je dat zegt maar dan denk ik ga je verafgoot mij en dat zin ik niet dus ik kan u ook alleen maar teleurstellen als wij elkaar echt leren kennen. Want dan gaat ga door me dat ik niet een honderdste zin van hetgeen dat gij denkt dat ik ben. Maar wat ik wel vind is: hoe langer dat je die, die, die mensen kent. Wat? Jij moet keihard lachen nu. Wat? Uh, <laughs> drie is mij hier heel aan het lachen. Eigenlijk misschien een schone om mee af te ronden. Wat ik um, heel opmerkelijk vind. Is dat iemand die um, op een jonge leeftijd twee zussen verloren heeft? Redelijk vroeg een vader. Is jij iemand die, die waanzinnig positief in het leven staat? Terwijl dat ik mij best had kunnen inbeelden dat jij iemand waart dat zo'n hele kwaaie punkgroep uitgaat. <laughs> of iemand die heel donkere, depressieve muziek heeft gemaakt. En dat blijkt toch absoluut niet in uw naar te zitten? Nee, maar ik, ik weet dat niet. Hoe dat dat komt... Um, ik heb echt mijn plan moeten trekken vroeger. Dat is mm -hmm. da, zeker. En dan zo... Mijn twee zussen... Die er op drie jaar tijd... Allebei aan waanzinnig stomme accidenten... Waarom ben ik positief? Om, omdat ik... Um, omdat ik er wel in geloof zeker... Dat er nog iets is. Na... na het leven hier. Ja? Ja... Als ik dat niet doe, dan moet ik donker worden. Ja. Dan alleen ik ik, um, ik hoop dat er na het leven hier ons nog van alles te wachten staat. Um. Ja. Rijspap met gauw lepelkes? Oh God, laten we hopen van niet. <laughs> ik hoop wel dat, dat, dat Ik hoop um, echt wel dat als er een hier namals is, dat het meer fantasie is he, dan hetgeen dat de katholieken voor dat op zijn minst ja, vind he. ik. Op zijn minst of gewoon dat je zo wat rondfladdert en gewoon het wat uithangt af en toe en zo We ja. bedoelde dan mee, het gewoon ja, zo, wat uithangen af en toe. zo, af en toe zo de doen? mensen een keer komen wat zo, bruh, zo klein beetje dat. Zouden dat willen doen? Zouden we zo iemand willen zien dat zegt van: nee ik kom hier zo'n een tafel is verschuiven in het midden van de nacht is zien, maar dat dat geeft." Maar, ah, het zijn er toch een paar die ik zo nog een keer nee. Oh, okay. Dat is heel interessant. Ik zou bijna willen vragen wie 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 maar nee, dat kan nee. ik u niet aandoen. Ik kan u gewoon uh, nee, Goh, ik, ik weet wat je bedoelt. Oké, okay, je hebt van alles meegemaakt en uiteindelijk is het dan zingen ja dan een stuk over verdraagzaam zijn en vrolijk en happy. Ik ben niet altijd happy. Er zit zeker ja, een rugzakje ja. met verdriet dat niet verteerd geraakt. Dat zit mm -hmm. er. Dat zit daar elke dag. En er is altijd wel een momentje dat je denkt hm. maar de, de andere kant van mij overheerst. En dat is geloven in mekaar en in ja we hebben het eigenlijk nog wel goed. Hè. Ja. Er, zijn, uh, er zijn nog andere verhalen. Ik denk dat ik op mijn pootjes terecht gekomen ben. Dankzij K3. Dankzij mijn man. Die ongelooflijk positief ook is en, en er altijd is voor mij. En ik geniet nu. Christel Verbeken. Jij doet mij bijna hopen dat er een hiernamaals is. <laughs> jij mocht van mij wel eens mee op mijn rozenolifant. Oh, dat is keitof. <laughs> zeg maar zeker hè, dat ik dood ga en jij zit er met een rozenolifant. Dan zal ik kei blij zijn dat jij er zit. Ik ben ook Top. heel kei blij dat jij hier zit komen zitten. Merci. Christel Merci. Verbeke, super superhard bedankt. Tot in de bocht. Hè? Tot in de bocht. De eerste stap op de is Aa, ik zend hier aan de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste. die. Laat de feest! op de middelen naar. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.